mijn jongens kennen me. Als een man me gaat lastigvallen en zegt hij wil snoepen. Daar de deur. Je gaat niet met me kopen. Snoepen is snoepen. Maar ja, dan was chocolade. Hey, Toradica Resort is waar je minstens één keertje moet verblijven, want het is hier mooi. Je kan hier lekker zwemmen, je kan een jacuzzi pakken, een sauna. Je kan genieten van die mooie tuinen die ze hier hebben. Maar waar ik het meest van onder de indruk ben, is van de warme, gastvrije sfeer die je hier voelt. Want het past precies bij zo'n mooi land als Suriname. Suitsranang. En daarom zijn we ook hier met Gilly's Loveline om te praten over de liefde. Met al zijn mooie en al zijn lelijke kanten. En in de show zie je verschillende dingen voorbij komen. Hè? Singles die praten over hun persoonlijke verhalen. Koppels die hun liefde delen. We praten hier over zelfliefde, spiritualiteit. Maar vandaag wil ik de focus zetten op de liefde tussen zonen en moeder. Want dat is precies wat ik herkende, Derm en mama Dani. Toen ik jullie FBP zag, Between Mothers and Sons. Ja. Want moro zonen, de. Ja, ja, ja. zag ik van, no. Tussen al het gescheld, alle jugu-jugu pranks en wat jullie doen. Ja. Ik zie die lobby. Ja. Want dat is wat hier wordt gepromoot. Precies, precies. En dat wilde ik dus ook promoten in Guinness Loveline. Dus Mikarun Kong. Ja. Hoe ik trobi van deba. Natuurlijk, ja, vanmorgen. Vanmorgen, net maar nog daar. Die weer rijden kon, had ik al problemen met beide fasen. Ik heb het begrepen hier, want je andere zoon zit hier ook. Ja, het is uw schuld dat jullie laat zijn, ja, want ja, ik ben mijn schuld als maar het terecht, het is zoals waar. Zoals altijd, hoor, zoals altijd. Altijd nog, we wachten die mama. Kleins af, tot nu toe, dealen we met dit probleem. Zoals altijd. Dus dat ook, ja, altijd. Mama Dani. Ja. En daarom, ik wil jullie laten weten, dit is een safe zone, hoe kan dat vrij gewoon, ja. Over de liefde, maar dat trekken we breed. Hè? Want ik zei het al, ik keek naar jullie en dacht van, nou man, ik wil weten wat daarachter zit en hoe dat tot stand is gekomen. Mama Dani mino tegi suma, maar was maar tegi mi, dat jutaki, en om ik een jongen kotak hoog Hollands aan mij. Ja. Omdat we dat van ghetto me rofto. Also, ik wil het zou me niet lukken. Jere? Dus wat tak, van wat takje. En desnoods halen we Google erbij, jere? Ja, oké, ja. Oké. Chitori. Ik zei tegen hem, ja, ik zei tegen hem. En ik weet dat hij u heeft gezegd. Met eigen me boeit dat luister nou. Met daarom. Met eigen me boeit dat luister nou. Zeg die meneer. Tak mijn dangen hoge Nederlands gedoeren. Want temi wan broko, mijn enger, mijn man broko, mijn sranak broko. Ja man, rough en tof. Mijn man broko, mijn sranak tongo, als hoe ik nu praat. Met je Nederlands kan er tussen, maar mijn man tak mijn sranak tongo toe. Na sranak oude. Na sranak oude. Na sranak oude. Ai, 100%, mijn lobbing. Ja. Maar ik tak ghetto, want jullie zijn van waar? Van Dijk, landje Van Dijk. Van Dijk, represent, Van Dijk. Oké, oké. Mooi, mooi, mooi. Blok Van Dijk. Ja, Brasi. Ja, maar mooi, mooi, mooi. Between Mother and Sons. Ja. Heel leuk om te zien wat het is. Het is eigenlijk, je ziet het veel online. Hè? Mensen die met hun kinderen online komen en die laten dan zien hoe ze leven met elkaar, wat ze doen. Alleen, ik vind het uniek, want volgens mij Una enigste of een van de weinigen zei Dweesranang. Ja. Waarbij je ouder en in dit geval moeder en zonen ziet. Precies. En lik van je takje roftof, gewoon real. Ja. If kossi moest kossi, ei kossi. En ja, dat gebeurt vaak genoeg. Ik grofu. Ja. Je laat me denken aan mijn oma, mijn wijle oma. Rest in peace. Ja, hele lieve vrouw. Okay. Maar ze zegt het zoals ze het zegt. Ja, precies. Mickey Verstamming. Ja, precies. Nou, als ik wat erbij mag zeggen. Wel, ik... Ik ben zo. Niet dat ik het maak. Zo ben ik. Maar aan de andere kant, mina wan chance ma toe. Ja, mijn chance toe. Maar dat is wanneer ik iemand misschien niet kent. Of als ik de buurt waar ik ga, nooit eerder ben geweest. Dat moest doen, dan moet ik rustig. Maar met mijn nak one shot, dan is de weer. Oh, wacht niet. Dat was het niet. We komen dadelijk daar. Ik was shot, dat was niet in de weer. Dus, dan praat ik los en vast. Moet trouwens maar eerst de hoge Nederlands stapje. Oké. Ze noemen dat de kat uit de boom kijken. Is dat weer? Oké. Precies. Ja, de kat uit de boom kijken. Dus je kijkt eerst van Sanning, Firi, Firi. Ja, ja, ja. En dan kom je los. Dus je vier, vier, passie. En je gaat kijken van, hé. Heb ik mensen hier die ik ken, Isabito, dat ik een beetje vrij kan zijn. Oké, okay, als ik niemand heb, dan denk ik, mijn vriend, dat ik mijn shot om ik me kon flexiëren. Dus heeft mijn vriend een shot, dan flexie. Look, we hebben shot, shot, Tori. We zitten bij Torarica en die mensen verwennen ons hier met Gilly's Loveline. Ja. Ze hebben ons vandaag verrast.
Maar wacht, ik hoop dat die jongen langskomt. Want no more begin leer je tekst aan zomaar. Maar wat ik wel weet, dat het is drie mooie cocktails. Royal Torradica is waar je het kan vinden. Het is uniek, one of a kind. En we gaan het nu proeven, maar laten we ook proosten met elkaar. Einde van het jaar. We maken kennis met elkaar. Ja. Mino Sapsan, maar in het discrimineren in Sopi, toch? Of wel, mama Dani? Nee, dat hij tak meneer drie bruin Sopi, wit Sopi, meneer drie dins meneer. Want eigenlijk meneer drie wit Sopi. Wit Sopi, meneer drie. Oh, in het drinken. Nou, cultuur is dat niet? Nou, cultuur is dat voor nu. Dus ik drink niet. We drinken het maar niet zomaar, wanneer het nodig is. Wanneer het nodig is, dat is geen vier. Dat is geen lust in dat we drinken. Nou, als dan dat we leren toe, Tide. We gaan over van alles hebben. Ja, hè? Heb je rietje? Jij drie rietje toe? Derm? Soms. Okay, eigenlijk wilde ik hier iets aan mijn afrit van je bij wandringen. Gewoon zo maar met een foto. Hé, dat afspraak op de vrij. Okay. Ja, maar dan mis je dat kan schuimen tot je op het dag. Ik ook proost, hè? Ja, maar zeker. Op de liefde tussen moeder en zoon en onze nieuwe kennis maken. Proost. Proost. Ja, man. Sjors. Sjors, proost toe, hè? Atrabra rajatu. Ja, man. Heerlijk. Wauw. Mio, dat kan maar bijna. Rarika. Mooi. Heerlijk. Dat kan niet, toch? Wat die agoe na baka yes if me. Okay, heerlijk. It's a beautiful thing. Ja man. Mijn nieuwsgierigheid over between mother and sons, want zo heet hun page. Hoe is dat tot stand gekomen? Vertel me. Look, me best doen die gewoon na osso. Gewoon als gewoonlijk. Dan me kwa osso. Ik kwam van de winkel. Me kwa osso. Ik moest mijn moeder om money betalen. Isabi, ik voor altijd met die paar manieren. If me len, if Danny len me wat money, kot ik alleen me wat toebarki SD. Moet je weten dat na dusu mijn paar en bak. Maar natuurlijk, rente loontocht. Van waar die 800 kom, we say en God. Isabi toch? Oké, maar laat dat. Abel len me wat money, oké, dan me ben geen wat money. Me ben paar en. Mis dono, ik had vla en dat soort dingen verder gekocht. Mis dono, mi ging. Nou, meteen van ma. Wat meet ook wat mi. En zo, mi gewoon was katje of mi wat money. Dat zeg ik, Samsa, dat in pay mi wat money, dat je go give me money. Zie dat niet. Mam de leto. Atori, mi ging spannend, tak fasesi. Kom, tek mi telefoon. Dan mo fela massa ondergrond. Dus dat was ik bezig te filmen. Ik put hem aan de camera, dan mijn booster en moro en ik zei, tak, te booster en vrouw, ja, ik put hem qua door, toch. Dan begin ik tak, tak, dat pete, begin ik kosif, ja, dit, dat is zo, om een soort zand. Dat die badam me kan lukken, dat kijk hier. Dat heb dus al die tijd in mijn film, me. Dus dat mis doen, zo, het was niet echt mijn intentie om het op Facebook te zetten. Maar hoe met dat zei, ik put het op Facebook. En dat was onze eerste video die echt viraal is gegaan. Het is de eerste jaar, maar ik ben tegen toen ik nog mijn kosti nog pot. Juist, ja. Ja, want straks zei je van die hebben. Ja, want ik ben in feite van mijn sing, dat die een film ik ba, die attack me op ba, toen heb ik hem gezegd, heeft hij me gezegd, ma, ik ga het op Facebook zetten. Meteen, nee. Maar er ook een soort discussie daarvan, van ja, ja wat gaat men wat zeggen? Ook wat ook gefilmd moest worden ja, eigenlijk. Ook gefilmd moest worden, ja. Dus die andere kant van de rook. Is dat het toch van, ja, kinderen, dit, dat en zo. Met dat ja, maar, dat had ik ook bijgehaald. Ouders moeten op hun kinderen letten. Jij bent niet verantwoordelijk voor... Ik ben niet, precies. Facebook, toch? Als een kind op Facebook gaat, dat betekent dat kind is eigenlijk al volwassen. Want er gebeuren heel veel dingen op Facebook. Is dat toch? Dus ouders zijn verantwoordelijk daarvoor. Is dat toch? Dus ik ga het gewoon zetten. Dat boy, dit, dat, zet het niet zo. Ik heb hem toch gezet. Ah, ja. En hij en had is... me zelfs ook niet gezet dat hij een page had gemaakt. Dus dat, ja, we komen... Hij had me zelf niet gezet. Even. Dat is onze eerste video die viraal is gegaan. Toen heb, ik... direct... Eén keer, we hebben direct 50.000 zoveel views getikt. Ah, ja. Eén keer. Binnen 3-4 dagen. Mm-hmm. Dus dan, toen heb ik een tweede gemaakt. En dan heb ik gewoon een van iemand, een meisje, een Annie. Zij zei me van, luister nou, maak een page op Facebook. Je gaat zien hoe het gewoon uit gaat bleuren. Maak een page op Facebook, is dat beter? Zij is de eerste die me dat heeft gezegd. En dan migos doen de katori, migo roko, tapa, maar met taxi, moet ik een page. Maar ik had toen nog geen naam, is dat beter? Ik had toen nog geen naam. Toen zocht ik naar namen,
Wat meid die wanneer in Toebaka? Hé, hey, wat loopt meid die naar model? Zo zo meid. Het is begonnen met een meid. Hey. En nu naar wat meid, en pees naar wat meid. Hey. Nee, daar, daar ben ik geliefd. Ja, ja, daar ben ik geliefd. Maar, gelukkig waar. Goed, vrienden. 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 Ja, ja? Oké. Okay. Eén keer manning, want ik daarom weet je wat dit gaat gepast voor jullie. Toen heb ik dat genomen. Mijn make-up is bij hem, geloof me, binnen 2 dagen hadden we al 1000. Maar ik vind het een mooie naam, want ik zeg je mijn looking. Iemand dat van boy, maar dit is voor binnen. Ja, precies. Shank van Kanisma. Ja. Maar die dame heeft het gezegd, noem het between mother and sons. Omdat zij ziet waarschijnlijk ook wat ik zie, is die relatie tussen moeder en zoon. Wat tussen ons gebeurt. Mooi man. Sowieso een shout-out naar haar. Maar dat je nog schrikkie? Ja, ik ben echt geschrokken. Dus toen ik hem zag, dacht ik, die sning. Yeah. Dit moet hem worden. Yeah. En dan heb ik hem gezet. En wat was de reactie? Boy, alleen maar top hoor. Oh ja. Echt goed, geloof dus, dus, me. Dus wat mama Dani dacht van, nou dadelijk de small taxes. Het is juist omgekeerde van. Okay, ja, het ging bij mij meer om kinderen. Ja. Oh, ja, weet ja, je, en toen zei mijn zoon me van, nee maar, ouders moeten op hun kinderen letten. Want dan, if a man look him ching. Als bijvoorbeeld een moeder een kind een telefoon voor haar kind heeft gekocht. Am zorg goed dat even een jongetje aan een bij een telefoon dat hij kan goed op een YouTube en zo. Pe awani of oting awani. Am let op dat en ching. Dus jij bent verantwoordelijk. Ja, jij bent verantwoordelijk voor je kind. Dus zodoende daar. Mij bevreden ching. Zo tak nou, zat eens maar tak ja. Maar die kritiek is niet gekomen. Nee, helemaal niet. Nadat we die page hebben gemaakt, goed dat die adoro aan 8000 zo, 8000 likes, goed dat aan 15.000 volgers zo. Je weet, als je iets goed doet, of als je men zegt, te ine doen aan zijn boom of zang, smano tak oefenen of smano tak tapi. Ja, ja. Maar het moment je bezig bent met hetgeen waarvan je houdt, ga je soms gewoon kritiek krijgen. Ja, ja, ja. Dus je hebt van die mensen hoor, mijn olie. Unabdes man dat. Je hebt van die mensen, maar het zijn heel weinig. Ja, en maar ze worden ook goed geantwoord. Goed dat once maar op wat negatieve reacties. Wij hoeven eigenlijk geen antwoord te geven. Dus maar zij volgen ook bijna. Na dingen hoeven niets te doen. Dat is. Echt, we hoeven niets te dus doen. Dat is het. En tot nu toe leuke reacties. Ik liep net even met mama Dani. Dame dacht, hey mama Dani. Dat heb ik elke dag. Wat ook populair opeens zo. Ja, hoe ga je daarmee om? Elke dag. Ik ga niet zeggen dat ik het normaal zie, maar los van dit wat we nu doen of wat we nu hebben, dat van mijn moeder, mijn broer en ik, ben ik daarnaast ook artiest. Dus ik ben het een soort van gewend. Maar dit is nieuw omdat het meer is. Juist, je juist, toch? Juist. Ik kom heel veel mensen tegemoet, P. Dus maar ik ga maar. Dus Alobi is zo apart, extra, is dat beter? Dus het is lekker. En nu is lekker gevoel. Mensen naar me vragen in je tijd, en tak alle jullie je tijd, jou, jullie gaan mama Dani zien. Sommige mensen willen me leven de lijf zien. Ja, druk tot toch, druk tot toch. Je moet gewoon zeggen hoe die dingen zijn. Wat voor drukte? Nee, is no, no biggie. Want dan ook mama Dani. Weet je hoeveel keer hij afspraken maakt met die mensen? Hoor dit van je zo, mama. Mensen, het komt goed, het komt goed. Zeker. Het moet goed komen, ja. Ja, zeker, zeker. Maar iedere keer zeg je dat. Maar mama Dani, Jesse ben ready. Baggy, Aggie, ja, mami. Altijd ready, ready, midden. Ready, steady, midden. Ja, man. Ja, dus het voelt lekker aan. Het voelt lekker aan. En om mensen in feite, mijn volgers in feite, ook een beetje beter te leren kennen, weet u. Ik zeg mijn zoon, iedere keer willen ze me zien. Vele van ze chatten me ook. Mama Dani, we willen u zien. Mama Dani, wanneer komt u weer live? Mama Dani, maar dit is, het ligt aan mijn zoon. Oké. Okay. Het ligt aan mijn zoon. Wanneer ik met hem praat, laten we live gaan. Ja, mama, ik heb het druk. Ja, ik moet mijn dingen doen. Ja, dit, maar ik ja, werk dat. Toch? Ik moet werken, ja, toch? Werk, ja, maar je moet ook een zondag vrij nemen. We moeten onze volgers ook tijd geven. We moeten ook tijd voor ze maken. Ja, maar weet je wat dat ding is? Men zegt in je 20s. Moet je hard werken voor wat je wil. Moet je hard werken, wat je later je moet ook wil. Tijd maken. Ja, je moet ook tijd maken wanneer het nodig is. Want deze man werkt zo dusdanig hard. Zondag tot zondag, maandag tot maandag. Wanneer hij soms thuis komt en een beetje vervelend voelt, ben ik zo zenuwachtig. Ik zeg hem direct, kom bij me slapen. Ja, maar dat is altijd iets van jou, man. Ik ben smeren. Ik ben zo bang. Ik ben smeren. Dat is erg, heren. Nee, dat is erg, maar. Dat is erg, maar. Ik ben smeren. Weet je wat? Ja, vrouw, seks en koken.
kokosolie. Het maakt ja, natuurlijk. Mijn broer. Ja, want hij is niet meer ziek. Hoe je Harry Brad gooi naar Sadi. Jij wordt ingesmeerd. Nee, maar hij ook. Hij ook. Ik mag geen grappen van jou. Bro, hij is net van aan haar nek. Hij wordt nog ingesmeerd, ne? Ja, nog steeds. Hij wordt ingesmeerd. Ik mix fix met kokosolie. Nee, maar mooi. Maar als ze ziek voelen, zei ik altijd. Ik wil dat ze naast me moeten slapen. Wat ik even nog mee wil geven is. Om eerlijk te zijn, wie is mijn kutak midden aan mijn tante? Is dat toch? En dat kutak me vier ziekie of zo, is de eerste persoon waarnaar ik denk mijn moeder. Is dat omdat mijn Gwent is angba. Zo heeft ze ons opgebracht. Hij weet allemaal dat hij altijd heeft u ziekie, gaan we bij haar slapen. Hij weet wat ik met hem doe, hij weet hoe ik hem behandel. Als Tamara vindt, voel ik me altijd beter. Ik vind dat mooi. Ik voel me morgen ervan altijd beter, omdat. Mama fixt me in, ze bindt mijn hoofd, ze doet dit, ze doet dat. Ze komt me eenmaal 24 uur checken. Ja, dat is die moederliefde toch? Ze komt me continu checken. Ja. Vragen hoe het met me gaat, als het goed gaat, voel ik me lekker. Soms meteen denk ik, ma, ik ben geen baby meer. Je bent wel mijn baby. Morgen ervan voel ik me iets beter. Geloof me. Ik weet niet waar het komt, maar ik weet je wat voor probleem ik zelfs heb? Huh? Wanneer mijn zonen uit huis gaan, ik wil dat ze me moeten bellen. Je moet weten waar ze zijn. Op de ene uur. Met wie ze zijn. Met wie ze zijn. Waar we zijn. Waarom wat ze daar zijn. Zaweri. Wat ze doen. Ik heb puffa deba. Alles gaat niet, Zabi. Ga ik in de kamer. En zet je erin. Ga ik in de kamer. Altijd. Laat me even praten. Wacht even rustig. Kom takkie. Wanneer ze weggaan. Het moment dat ze de trap de voeten uit huis. Maar ik ben weg. Dan vind ik het goed. Mijn longo in de camera direct, mego Beggy. Vader, we gaan lezen alstublieft. Lees ze de pad. Lees ze alstublieft op de rechte pad zo met Beggy. Hé, hey, Hoog-Hollands. Ja man, even misschien dat de Nodoro, Ayuro, Sam, Shitak, Ede man. Is Ben Doro of Sokba. Of misschien is Ede thuis. Met op hoge zin. Hoge bloed. Wat een hele grote discussie hierom. Mijn raak zodanig en dan bel ik, waar ben je? Ja, maar ik leg met dat jongen, je doet dat, je weer met dit toch. Ik ga met deze stress. Dus je stress aan mooie doorrusten. En relax. Dus dat je weer niet toch. Yes. En nog wat? Alles wat ze doen moet ik weten. Ze moeten veilig zijn. Dat is de basis bij mij. Zolang ik de veilig voel ik me gewoon goed. Ze moeten veilig zijn, dat is het voor mij. En nog wat? Theuda Strati, altijd zegt ze ons dit. Let op met wie je loopt. Sap nanga suma je waka. Let op je drinken, nog op wat je drinken zomaar. Dat is. Je kan dus ook close naar een matifi, of een bestifi, of een bradafi. Maar let op je drinken. Je weet niet wat hier zit van de persoon. Je moet ook aangeven dat je soms van me verveelt. Vooral je brada. Ja. Soms kan jij staan luisteren. Maar als ik met jullie broer. Praat. Ja, maar elke dag zing je dit lied aan onze ogen. Nee, maar is dat Sanasan? Is dat Sanasan? Dit is een beetje Aruto. Ja, maar het maakt niet uit. Tranga fi duan san nangau. Dat is waar. A word to that schreef nou een blessie. Dat is waar. Snap je me? Nou, een extra blessie. Extra blessie. Wanneer je weggaat, net als hoe een onderneming is, toch? Een ondernemer is. De agua strati. Temi tegen bijvoorbeeld zeg. Kom goed aan met Gods genade. Verkoop met Gods genade. Nou, een blessing dat bij Masragado ering. Masragado e stellen dat prijs dat in je big in mijn facerie kan go. Even, ik onderbreek je niet. Wat ik ook nog mee wil geven, precies zo ook bij mijn broer. Amabek is zo'n biggie man keri. En het was 2 dagen voordat je jarig zou zijn, no? Ja, 2 dagen voor het jaar. Ja, het was 9 april. Ik denk 3 of 4 jaar geleden, toch? Nee. 3 of 4? 5. Oh, 2016, ja, 2016. Oké. Zo ook dit wat ze nu hier uitlegt, zo ook had ze het voorgespeld aan hem van, Jorginho, ga niet over straat. Misschien heb ik hem niet over straat, die daarom heb ik mama moe van haar baan wat er. Te jong ma piti jongen zijn, wie is je fuga of zang, maar tek je si arki. Ze heeft hem gezegd van, ga niet op straat, we barbecue ja, tana osso, blijf met me. Maar zo'n goede vriend King, hij had de wedstrijd. Kickbox, is dat weet je? Dus allemaal gaan supporten, man. De man dat, if abesabsa bobsa ano bogo, maar voor daar man abesabi, is dat weet je? Is toch gegaan? Allemaal denkt dat, hey, mogen support me, maar die want, allemaal support me too. Is dat weet je? Maar mijn ma bega man voor no go. De man die feest heeft dat, no schuiltje, no go. Arkie, osso, arkie moeder, hoe daar osso koen. Bam, hij is gegaan. Allemaal feta feti.
die denk mopoko, zware aarde, ik denk bam. Mm-hmm. Ik, we hebben hem bijna kwijt geraakt. Is mooi. Hoe lang is dit geleden? 2016, 2016. Oh. 7 jaar weer. Maar je ziet toch, dus aan een zomer in mijn en dan direct me denk aan dat tag boy. Ik heb maar ik no go boy. Eet een hap van me, heeft een hap van me gegeten. Hij begi me tak, maar laat me gaan, dan met me begi. Blijf thuis. Maar hij is sterk. Ja, maar ik wil mijn broer gaan supporten. Ik wil mijn broer gaan supporten. Met tak, nee, niet mooi, altijd man. Moet je gaan. Het is niet verplicht om altijd achter je vriend achter te gaan. Het is niet verplicht. Ja, maar laat me gaan, is mijn broer, is niet mijn mat, is mijn broer. Ik zeg, oké, als jij dat wilt, maar ik voel niet dat je gaat. Ik voel echt niet dat je gaat. Maar in dit voorbeeld wat jullie geven, no? Want als je kijkt, dat zeg ik, ik filter door alle barbari heen, door alle grap, door alle sani. Soms zeg je ook mooie inspirerende dingen, dat mijn lobby. Want je bent een jong boy. Misschien je maakt moeite toe, onderneem, doe een sani. Mijn lobby is vaarlijk, ik hou van wat ik zie. Maar dan wat ik dan ook zie is van deze mensen moeten heel veel met elkaar hebben meegemaakt. Anders gaan jullie niet met elkaar om je don't say ima. Als ik een pet op had, zou ik hem weghalen. Ja, no? We hebben veel meegemaakt. Als moeder. Als het alleenstaande moeder? Ja. Als met twee moeder, zonen. Ja. Als moeder ga ik u eerlijk zeggen hoor. Mijn verleden. Ik ga niet zo breed erover praten, maar om in één zin, ik had het niet zo. Het was niet mooi. We hadden het gewoon eens, we hadden het niet breed. We hadden het niet. Maar met de wil van de Almachtige en door bidden is mijn wapen. Bidden. Ik had zelfs geen geloof. Weet je een keertje dat ik tegen mijn moeder zei: van ma, ik ga mezelf van kant maken. Ik wil gewoon niet meer. Weet je wat mijn moeder tegen me zei? Ze heeft gewoon naar me gekeken. Ze zegt, ga nou. Zij weer me maar pom pom ede. Ga nou. Wat is het? Oor, is er even. Even mijn oor, met z'n maar het staat raar hoor. Of je takken of je niet takken. Oké. Maar nog takken, maar nog takken. Oor is er even. Oké, ik ga gewoon op een nette manier. Isabito, zei ze me dan, ga nou. Zeg me niets met mijn pipi. Iemand die zelfmoord wil plegen, zeg niet aan een ander. Zeg het tegen me, niet tegen me, net go hier, Yusrefi. Mijn luka vrouw zo, ik hè? Ik draai me in de bakka. Ik denk, mijn god, zegt mijn moeder dat tegen me. Je weet, je gaat een troost zoeken en je gaat weer troost verwachten. Mijn moeder tegen me gewoon, dat gaan hoor. En later ben ik gaan zitten huilen, mijn sakaga grong. Ik was donker, ben ik weer naar boven gaan. Ik ben op de boeiba? Ja, ik had ze maar, ze waren jonger. Meteen mijn mama, ik wilde er niet echt vertellen en niet echt lastig vallen. Want mijn moeder was, ze, nog steeds is ze mijn steunpilaar. Mijn moeder is me alles. Dus was tough love wat ze gaf? Mijn moeder, voor meer dan dat. Mijn moeder is me alles op deze wereld. Oké, we gaan niet, ga door met Ternafessie en dan mijn moeder. Ik hou ook heel veel van mijn vader, maar is je mijn ma? Mijn moeder is altijd daar voor me. Wie soort probleem kon me maken op dat pegimi? Ook al gaat ze misschien even klagen, net zo ben ik met mijn kinderen. Wie is mijn kroeto chinzo? Maar ik sta daar voor ze. Wie is mijn man? Mijn verleden, ik kan buigen voor mijn verleden. Omdat mijn sap zei, mijn boegie gimi verleden. Ik zit nu hier. Juist. En ik praat een beetje erover. En ik ben trots op mezelf. Dat ik het alleen heb gedaan met mijn kinderen. En met hulp van mijn moeder en een zusje van me. Een zusje van me, Romana. Romana Besuit. Ik hou verschrikkelijk van haar. Van de. Ja, ze is me alles. Ze is me alles, gewoon me alles in één. Ja man, ze stond altijd daar voor me. Altijd voor mijn kinderen klaar. Maar Luko, wat je daar zegt is belangrijk, want jij niet straks aan je leest veel. Dat is maar tik de igilipi. Dat was ik ook van plan te doen. En nu ben je ver verwijderd van die denkjes. Misschien kan je niet begrijpen waarom je daar was. Maar echt? Ik vind het wel interessant hoe je daar was en nu absoluut niet. Hoe komt het dat je zo ver was dat die denkie daarvoor was? Daarom, hoe komt dat? Oké, dat wil ik nu aangeven. Ik had het hart. Daarom zei ik alles in één. Ik had het hart, ik weet wat struggelen is.
Ik weet wat pinaren is. Ik weet wat hongersnood is. Hongerige maag. Met tang nanga mi bere, so nanga angri, dat me zorg of dem chinkanyang. De hele dag heb ik niet gegeten, maar mijn kinderen moeten eten. Met zoeking. Wie is je roko? Maar door de dagen heen moet je eten. In haar money door de dagen heen, door de weken heen, moet je eten met wakaga uroko, go struggle voor uroko, kombaka. Wegens omstandigheden ben ik niet iemand, en ik schaam me niet om het te zeggen, familia. Ik schaam me niet om het te zeggen. Minus score toemsi. Ik ben naar school gegaan, ja, maar wegens omstandigheden, minus score toemsi. Ik schaam me niet om het te zeggen, familia. Ik schaam me helemaal niet. Alas me naar het verleden. Maar den boy me, ik ben trots op ze. Deze gaat niet meer naar school, maar Abigiwang zit op de HAVO, avond HAVO, laatste klas. En hij doet het aan, soms heeft hij ook zijn struggle, moeilijke momenten. Hij wil niet scoren, maar knap naar hem. Wie is van mijn chat om hem scoren? Dan ga je moeten verhuizen en wie is Pego? Minai Baka, je gaat nergens anders. Hier blijf je en je gaat naar school. Tamara Tejus Dong, misschien voor Lafu toch. Zo meteen dat ik ga naar school, want ik wil ook van je hebben, ik wil ook van je genieten. Ik wil ook van je genieten. Ga naar school, ik heb gestruggeld met je. Weet je toch? Dus dat wil ik nu aangeven, dat als struggle betranga, Gimme. Als struggle betranga. Enige steun dat ik kreeg was van een nicht van me, maar ze was toevallig uitlandig aan de Tasra Namoro. De steun kon stop. Mijn zusje hielp me. Dan mijn ma, mijn moeder was ook vergoed. Mijn moeder was voorgoed weg, mijn ma kon once in a while. Zodat mijn ma kon, zocht ze me altijd op. Dan mijn meisje kom je dat zo. Aten dat ze mij dan misschien een weekje, een 7 dagen, een 2 weken. Dan ging het wel een beetje goed voor me. En dit, wat ik nu ga zeggen, een onderdak is een moeilijk ding. Tegen een apwa onderdak, geloof me. En tegen een apsmasa en lonti, geloof me. Daarom heb ik met takken even, God bless me today of Tamara. Gelooft u me? Sman om tak dat na wisi ago sukuf kon gudu of wisi ago suku. Want mi struggle, mi sapsa na sribi na strati. Mi sabi sa wan tak a word to dati. Sribi na strati. En mi sabi sa wan tak a word to dati. Tananga angri bere vanaf tide kom mi tetamara. Is iets wat ik hier zeg en gado sabi. If mi tak dati me le gado sa wuro konanga mi. Mi struggle nanga den tu boef mi jadaram sa ikat altijd. A gudu sa mo abi nagi den tu. Wis mi kis wan tamara. Maar dat den toe die zie met terna visie, omdat na demi struggle. En ik heb ze nergens gelaten, mi struggle aan dat ding. En dat wil ik u uitleggen. Tak mi sabi, tak mi danga mi pching mi anu mi da strati. Maar toch mi bescherm mi pching, tel ik mi vind wat dak boven mi hoofd. Jamang. Fami ja, zo mi struggle aan dat pching. Daarom wilde ik dit doen. Ik ben dankbaar. Dat je deze struggle, want dat nas er aan toe. Jamang, ala mi sket bro. Het is helaas om te zeggen dat dit niet een uniek verhaal is. Ik zeg het u. Dat je Sri Bastrati aan haar baby toe? Ja, aan man, toe boy. Beide. Dat maakt jullie verhaal nog mooier. En dat is waarom ik jullie wil doorroepen. En ik zeg, daarom zeg ik het over en over. Ik schaam me niet. Ik schaam me helemaal niet. Weet je waarom ik dat zeg? Je hoeft ook niet te schamen. Ik schaam me niet. Weet je waarom ik dat zeg? Zoals mijn chien voor potentori. Maar ik schaam me niet, omdat kijk waar ik vandaag aan de dag ben. Het is inspirerend, ben. Ja, het is inspirerend. Ja, maar kijk waar ik vandaag aan de dag ben. Ik ben een keer misreven, ik had mijn zusje zelf gezegd. Dat ik me een keer misreven met Taiwan deken, boerstrak, met frikting. Ik heb deken bij elkaar gevlochten, dan ben ik een keer misreven in de camera. Ik ben Fanny Fusen. Omdat je geen uitweg omdat zag. Omdat ik geen uitweg geen had. Geen oplossing. Mijn kinderen konden niet bij me zijn en ze waren heel jong. Dan, ik ben ook een vrouw en ma. Dan heeft ze me daar in een kamer gezet. Ja. En dan heb ik bij de naing. Dan heb ik op mijn pje naar me zet. Het was echt struggelend. Sansa heb ik niet doorstaan. Dat heb ik bij bende. Yes. Weet u? Dus het was struggelend. Ik me dacht, boy, ik kan mijn kinderen niet bij me houden. Mijn kier me schrijven. Mijn tegen mijn ma. Mijn moeder zou naar Suriname komen. Mijn tegen mijn tjesa. Dat boy. Dan doet het niet hoor. Mijn dacht, mana, ik kan niet meer. Mijn kree. En net was ik bezig om dat ding te doen. Zo maar mijn heren naar Nadoro. Bam. Met chinsa, race kon dappen. Met eten in een bak. Geloof u, ik had de hele dag niet gegeten. Adeken thai ala samba. Ik had het al boven gezet. Hé, maar is dat wat verhaal die is derm? Ja, ik heb ze verteld. Ja, ze waren jong, ik heb ze verteld. Maar moeilijk die tangano. Ja, ik heb ze verteld.
Ik heb echt gestruggeld met ze. Smasa no sabi no sabi. Mi struggle echt tranen. Maar nu begrijp ik. Temesi je taki. Zeide je taki, zei je taki. Ik weet wat we hebben doorstaan. Ja man. Ja dus man. Dus if soms, luku, soms wil ik proberen te vergeten wat we hebben doorstaan, maar... Ano man, omdat het gebeurd is. Ja. Wat gebeurd is, is gebeurd. Het moest gebeuren. En mijn moeder had altijd één ding te zeggen. Bid. Bid. Geef alles aan God. Maar ik bid, ik weet niet meer wat ik moet doen, maar ik bid God. Ik geloof niet meer in God. Weet je wat ze tegen me zei? Uh-huh. Als je niet meer in God gelooft, ben je hopeloos. Dan heb je niets meer in je leven. Weet je wat je doet? Je bidt goed. Maar je bidt niet met geloof. Mm-hmm. Je gelooft niet dat het waar komt. Ja. Dan ben ik gaan begrijpen. Vraag mijn zoon. Ik heb donkere dagen. Ja. Met doen camera en in donker. Ik eet niet, ik drink niet. Ja. Met kree. Alleen maar problemen. De ene probleem dat komt. Men depressief. De andere probleem, ik was depressief. De ene probleem komt en het wordt even opgelost en er stapt een andere of twee andere. En depressie is ook niet iets waar in onze gemeenschap heel erg over wordt gesproken. Je stelt je aankomen. Je hoort hem zelden. Je hoort hem zelden. Of ik ben lauw. Omdat er is niemand, toch, die je problemen eigenlijk kan vertellen. Of, anders gezegd, sma etekie tori, tjago, praatie. Ja, of tekie tapen. Toch? Je noem maar vertrouw asma die stoomsie. Omdat juist asma die zei vertrouw 100%. Je geeft je probleem, je geeft je story, je takkang asma's. Maar je pleit ik je zie arki, tamara fe je story da krant. Straat, ja. Is dat beter? En dat is iets wat me kinderen vandaar dat men gewoon, desma ik huilen de probleem uit. Of de denk van, weet je wat? Met klaar, misreffie. Ik ga mijn leven ontnemen. Is dat beter? Omdat, ik vertrouwen op dit toch. Maar je volgt, ja, mama Dani, dat, want ik zie het heeft ook een effect op jou, ja. Je moeders verleden. Ja, man. Ja. Omdat ik ook een effect hebben op je brother. Ja. Ik had nooit gewild dat het zo moest zijn. Je sabe toch, dat wat gebeurd is, min op jou aanvallen, omdat ik heb gestruggeld. Omdat ik aan een mooi toen zie, het is helemaal niet mooi. Weet u hoe het met je verleden, om deze kinderen... Dat deze kinderen... Maar, aluk, want we zien toe trangen aan boeien. Ja. Flexie. En sterk en flexie. In het algemeen, die kinderen van hun vader, de heer Gondorf, Brian Gondorf, ik heb hem te danken, ik dank God eerst, en ik heb hem nadien te danken dat hij me is gaan zien, de situatie dat ik was. Padre. Ik was nog een jong meisje. Daarom zei ik het, wie is me op een trafvriend in haar Libi? Wie is me op een trapching in haar Libi? Maar mijn trouwing... Nooit meer trouwen met Chief Mipa, want hij heeft me tot moeder gemaakt en hij heeft me tot een vrouw gemaakt. Dat was je eerste love. Hij heeft ja, me... Ne? Nee, om dingen gewoon... Ja, maar hij was je eerste love. Ik halve eerste love. hij heeft me situatie herkend en hij had medelijden met me, niet om een relatie, om hulp te bieden. Hij zag mijn situatie, hoe ik op straat was. Hij tik me poort op straat, hij krim me. Krimmelijk, want die meisje hij was misschien. Ja. Dan was zo voet om me te poor alle de eelt onder mijn voet. En dan was geen tori en dan was leed tori met taki. Tof. Te met taki met tak kring. Ja. En dan leed tori, Brian Gondorf. Mm-hmm. Na eng poor me. Oh, maar dat mooi, dus wie is uno de samen of wat dan ook nee. In de toekomst. Maar trouwens, maar kong, ik dacht van, lukuma Amanda, ja. Weet je wat dat ding is? Deze man toch, Brian. Ja. Hij is... Naar een paar naartoe? Ja. Hij is de man die als eerste in mijn leven is gekomen. Uh-huh. Hij is de man die me tot vrouw heeft gemaakt. In Purmi Kapastrati. Toen als jong kind, toen ik echt... Ik heb woord toe ging. Heb je niet een echte woord voor mij? Een pijnwoord. Een pina-woord toe, boy. Die me ben de na fuka. Ja, en geen ja. Uitweg had. Het was gewoon wanhopig alles. Gewoon alles echt. Wanhopig. Hij heeft me... Wanhopig. Wanhopig. Ja, wanhopig. Hij heeft me geholpen. Maar toch nog was ik bang voor hem, want hij was een beetje ouder dan me. Mm-hmm. En ik dacht, hij wou me verkrachten. Mm-hmm. En iedere keer ging hij voorbij om te weten, maar waar slaapt dit kind? Yeah. Waar blijft ze eigenlijk? Dus hij dacht gewoon, ik hou van hier en daar en overal gaan. En dat wanneer ik laat naar huis kom, laten mijn ouders me buiten slapen. Dus dat dacht hij. Ik zag ze dan moeilijk, want laatst reed ik in de waggie. Ja. En toen zag ik een meisje,
sa bedel toch? Dat oh ja, Watermolenstraat hier. Boy, ano dat pe wang? Ik weet ja, niet precies waar, maar hier toch? Ergens. Mino kan tegen. Ja, maar was best een mooi meisje. Ja, ja. Ik... Dan geen wang yang. Ja. Maar zelfs s'avonds me denken aan eten van... Hoe is de situatie naar Conradiano veranderd? Dat je steeds moet zien. Maar dat dacht ik van... Dat dacht ik van iemand kan misbruik van haar maken. Ja, precies. Is dat toch? En dit is alweer een paar jaar terug, maar dat ding leeft nog steeds. Het nog steeds nog komen steeds... dat soort trieste straatbeeld precies, tegen. Precies, precies. En, maar ja. Jume came mee, je was ja, zelf een van die, je was zelf een van die meisjes, ja. No? Als ja. ik het goed begrijp. Oké, okay. Ik heb wel niet in de stad gelopen, rante frante en zo. Ja. Ik had altijd wel waar ik kon slapen bij mijn schoolvriendinnen, waar ik me een beetje thuis kon voelen. Maar je weet, vroeger ook, als je bijvoorbeeld ergens gaat slapen en er zijn manspersonen in huis en ze zien ja, van, ja, hey, Timothy, ja. gaan ze willen aanraken en daar ben ik niet. Ja. Ging ik weg. Okay, weet okay, je, dus ja. zo hebben de jongens van mijn vader, zo ging ik van huis uit naar huis in, huis ja. uit, huis in. Koppenamenstraat, daar kan ik praten over mijn zusje en ik. Hey, mijn god, hoor. Maar, ik weet het mooi. Niet. Maar, is niks ja. van Shing, is juist... Het is geen schande, het is, ik schaam me niet. Het is tof dat je dit deelt. Ja, ik schaam me helemaal niet. Echt... Ik schaam me helemaal niet. En helemaal kijk waar jullie vandaag zijn, want ik denk dat dat ook die drive is voor die zonen van je shorts en ja. derm. Dat ja. is die drive voor hun. Nu begrijp ik het waarom ze doen wat ze doen. Ik struggle zo, ik hossel. Dat je bel... En ik mag niet van ze jongen, rust. Ze zijn nog niet rijk, ze zijn nog niet waar ze moeten zijn. Yeah. Maar Gado Sabi, Taki, den boy, die zo trom biggie boys. Yeah. Maar de ondersteuning... Ah, ik dank God voor die... Een rijk gedeelte, nou man. Sommige mensen worden rijk geboren. Precies. Ik ben daar ook niet één van. Ja. Ik, dus ja, ja, heel ja. herkenbaar. Ja, ik snap het. Maar nee, ik zie die drive en die struggle in die boys. Dan denk je bijna van, ergens moet het goed komen. Precies, ja. precies. Want sommige mensen hebben dat niet eens, hè? Nee. Ja. En a hoop toch, nanga a geloof, a bribi, nooit uno lassi. Helemaal niet. Ondanks alles, uta aba bribi, a geloof, saptak one day, nomo, we precies. sanoti de tamara, tramu of trajari, maar one day, bribi mere, o gebeur. O gebeur, ja, en misap dati. En gado sap mis struggle. En ofara mooi. Anders zou je me niet eruit halen. Gado sap mis struggle en toen mijn moeder me geadviseerd heeft om te bidden en te geloven, ben ik dat gaan doen met gehuil. Krap misreef, bed misreef, ik was depressief. Mm-hmm. Bed misreef, krap misreef, nak misreef, nanga sani, nak mi eden as tonso, nak miskin, vet nanga misreef. En Danny, jij bent het niet. Bed en geloof hoor, no do don do sani. Mm-hmm. En dat stukje wat ik wilde doen, permitjes ha kon kismi. Daar ben ik ook liefde gaan vinden. Ik ben liefde gaan voelen. Mm-hmm. Tak, ik ben er niet alleen, boy. Ja, ja, ja. ja. Tak nanga mi abrasa mi ei kree. Mm-hmm. Tak mi skoro e watra aye vader. Omdat Danny. Je het nooit alleen kan je doen, je bent niet toch? Alleen. Ja. Je bent niet alleen. Maar soms moet het kenbaar worden gemaakt. Precies. Bel me als want, er wat is. Want omdat je van alles meemaakt, je dan wel een negatief denkie. Precies. Dus je kan nergens meer zonlicht inzien. Precies. En daar weer kwamen mijn zonen, hun vader. Yeah. Poer mi bakka uit als struggle. Ja, ik zag hem toevallig, liep ik alleen over straat, heel laat in de ochtend. Mm-hmm. Dat ik wilde doen, Ogri. Reis, Sami. Ik had hem niet eens gezien. Ja. Reis, kombaka. Hij was met zijn vrouw. Ja. Reis, kombaka. Ik dacht, mama, wat doe je hier? Wat loop je alleen? Ik begin kreeging. Mm-hmm. Waar zijn vrouw op de brom zat, hoor. Ja. Motto van brom. Ik dacht, wat is er aan hoor, me? Ik leunt op hem meteen. Mm-hmm. Ik heb nergens om te gaan. Ja. Ik dacht, waar zijn die kinderen? Mm-hmm. Ik dacht, ze zijn bij een vrouw. Ik ga nu, ik bel mama, ga nu naar daar. Je moet in mijn kamer gaan. Ik heb geen geld, Brian. Zat tegen me, kijk hier zo. A pura pick-up money gimme. Tegen me, ik ken niemand met een pick-up. Ik bel direct. Ai, ofa, ai, reed kosten van president. Het was gedaan. Ziet u? Het contact wat we hadden, een baan. En kijk, hij kon je me bakken. Ondanks die jongens een beetje groter waren. Deze was volgens mij 9 en hij was. Nee, niet zo oud, toch? Kos. 8, toch? 8 jaar. 8 jaar en hij was 10 jaar, ja. En ik zal wat zeggen, iets wat u waarschijnlijk niet doorheeft. Je weet het wel, maar je weet het niet tot in die diepte. Weet je wat voor effect dat heeft op kinderen? Want ik herken dat namelijk. Hij zal dat nooit vergeten. Nee. Hij heeft u waarschijnlijk zien huilen waar u niet weet dat hij u heeft zien huilen. Ja. Zien huilen als een goina manjing. Ja. Is een beeld wat steeds terugkomt. Precies. En... Ja. Mijn zonen, ik wil wat zeggen. Ja. Wat ik ook nog wil zeggen is dat... Of lieg ik?
Nee, helemaal niet. Ze kunnen me niet zien huilen. Als ze me zien huilen, worden ze gelijk verdwaald. Ik van mijn kant uit, heb me zien mijn makri. Zelfs mijn neboem, met alles aan de poli. Ik heb er geen zin in niets. Met fuga. Omdat ik denk niet dat wie zo ching. Ik denk dat je als je in mijn kreeg. Ik ben ready voor alles. Ja. Op dat moment ben ik ready voor alles. Sorry dat ik het zo moet zeggen, maar dat is wel hoe ik me voel. Geloof me, ik ben een leeuw. Ik zie alsof ik alles kan doen. Ja. Ik kan alles waar maken, Isabito. Dat met stress. Maar mijn broer, hij neemt het zwaar op. Temima is stress, hij dubbel. Ja. Maar zit de in de camera gewoon. Hij komt niet naar buiten. Ja. Ik kan goed eten naar straat, hij is het ook luchten uit of zang. Maar hij, Amamuro zo. Hij heeft het verschrikkelijk slaap. Amamuro zo, van mij te moro trangen. Hij wordt verschrikkelijk slap, hij wordt zwak. Wanneer ik stress. En je denkt dat naar mijn abba probleem. Ja, en je gaat denken dat hij het is. Zo verbonden zijn jullie. Ja, precies. Omdat we altijd hoe de samen toch? We zijn gewoon. Maar zo maar ik is toeboy. Precies. Maar ik is toeboy. Nooit heb ik mijn kinderen alleen gelaten. Nee. Nooit. Waar ik zat, wie is mijn de onder een bong. Abtjuang, hij is jonger dan zijn broer. En Timber en Brada is Donamise, hij zat op me. Nou is dong. Wie is mijn nat onder als. Wie is mijn moesnati? Maar mijn dek ding. Altijd heb ik zo met ze gestrokken. Mijn liefde in tak ai, omdat het niet gaat, dat mijn liefde pot in internaat. Nooit heb ik dat gedaan. Ik heb altijd gezorgd dat wie is angre keer mee, maar zij moeten eten. Ja, ze kunnen niet mooi. Zo blijven. Ik vind het mooi, want kijk, dat zie je altijd. Er is altijd meer achter die filmpjes die je ziet bij hun ja, online. Precies. En het laat ons ook jullie beter begrijpen. Maar ik wist dit zonder dat ik het wist. Ik wist in de zin van dit is meer ja. dan dat wij zien. En dat heeft jullie eigenlijk, want Oedje is beste matties eigenlijk. Ja. Oma naar je beste mattie. Ja, ze is mijn beste mattie. Ja, nou, mijn mattie, mijn bestie, mijn vrouw, mijn schatje, alles. En soms wanneer ik met mijn jongens loop. Ja. Bijvoorbeeld als ik met, laat zeggen, ik loop met hem. Dan kan je wel maar een chan mee. Dan amang je chan mee achteraf. Dan amang je actie met dat. Dan tak is mijn zoon. Dat is krik hier in mijn god. Omdat je me wakker me in een lafoe toch? Ik dacht dat je man was. Of mensen denken dat je loopt met je broertje. Yeah. Ik zeg nee, is mijn zoon. Wat is nog zo? Nee, ja. Ik zeg nee, is mijn zoon. Yeah. Is niet mijn broertje. Yeah, yeah. Dan mijn god, mevrouw. Ah, ik dacht dat het je broertje was. Dat, nee, maar je geeft mama ruimte na. Hoe doen we het aan? Ja, maar mama, ik is ze moeten eerlijk zijn. Ze geven me geen ruimte. Vooral Loko, die... Loko. Vooral Abigiwang. Loko, Samo Taki. Mijn broer is een goede model zomaar. Is dat je toch? Je broer is een systeem toch? Hey, deze jongens. Je broer is een model toch? Deze jongens. Omdat ze, je gaat niet goed komen. Maar mama heeft ook behoefte toch? Ja, maar, kijk, mama heeft behoefte. Dat is mooi waar. Ze mag houden van wie ze wil, maar... Isabito. Nou, meneer, snap je hem leggen. Maar wat is er aan de Isabito? Leg wat uit. Wat zoals met die geranga ding. Ja, dus als je, brother zegt, als je ziet dat je rommel komt doen, inderdaad. Maar... Nee, maar hij moet eerlijk zijn, want hij is moeilijk wat dat betreft. Aye. If is hij aan mijn kennis, dan gaan we een man, bijvoorbeeld een beginneling, dan luister maar, ik ga een relatie aangaan. Of laat me het zo zeggen. Weet je wat dat ding is? Probleem. Weet je wat dat ding is? Mino want dat mijn ma moest... Dina ngawa mang sang gewoon of de gewoon voor een plezier of gewoon voor een tijdje even. Ja. Dat gewoon baka dat dan verstaan we niet meer. Maar wat if he must have won that even? Nee, dat ga dan minange, dan minange. Nee, we gelijk het echte werk, ja, serieus. Ja, echt zijn toch. Ik als ik een relatie... Ja, sowieso. Ja, van de holy. Ik als ik met een man ben, als ik met een relatie... Ik ga niet voor een... Even ruw gesproken, free fuck. Nee, ik ben het niet gewend. Ik ben, als ik een relatie met een man aanga, dan gaan we dan is het de bedoeling? Is het de bedoeling? Oké, mooi. En als dat niet kan,
Dat en mijn jongens kennen me. Mijn jongens kennen me. Als een man me gaat lastigvallen en zegt hij wil snoepen. Ja, de deur. Je gaat niet met me komen. Snoepen met snoepen. Maar ja, dan was chocolade. Oké. Okay, ja, snoepen wat voor snoepen aan mij. Nee. Als het opbouwt. Ja, man. Als het opbouwt. Dan laat ik, ik hou niet van zulke leven. Dat drie, vier, vijf auto's komen voor mijn deur stoppen. Dat boy heeft mij nog gewend. Alleen die dat voor mij. Mama Dani, ik mag dat kwansen niet, maar ook nog voor meer. Nee. Dus ik maak mooi alles tot z'n niet. Tjawalom, model Sanja, ja, dat zou ik ook aangeven. Dat is aantrekkelijk. Ik hou van mijn dingen. Je kan werken toch? Kijk. Sommige mannen, tijdens je voerpiers, en je weet wat ze gaan zeggen toch? Wat zeggen ze? Je moet leren, ik was aan het hoofd. Mijn sap staat naar hoofd. Hoofd? Maar weet u inmiddels wat hoofd is? Ja, ze hebben me uitgelegd. Okay, dus. Omdat we een man tegen me alleen zitten. Hoofd, look, mijn camera operator granny, maar leg hem maar uit, staan naar hoofd. Voor de mensen die niet weten wat hoofd is. Voor de mensen die niet weten wat hoofd is. Ik ga een sign geven. Ik wist het ook niet hoor, maar ik kies een sign voor de boy. Leg hem uit. Omdat we alleen zitten met wakata straten, dat we boy tegen me takken, wat heet tegen me tak boy. Je ziet er echt goed uit hoor, voor een hoofd. Eh? Kost en vies en vuil en ik wist nog niet. Je weet niet wat dat was. Schatje. Nee. Je wordt niet boos, schatje, want boy, je piercings boy. En dan kom ik naar huis en mina was maar met Chris snel. Die me door ook zodat één actie mee. Daarom actie mee. Dag, maar wat is er? Jeremino, wat is hoofd? Maar wat is hoofd? Wat is gebeurd? Jeremino, een man komt en zegt, mijn piercing zit in hoofd. Jeremino, mijn god, die man wil like een paper. Is paper. Is oral seks. Ja, oral seks, je hoofd. Nou, we staan samen op toe. Precies. Dat is het. Ja. Kom mijn hoofd geven. Ja. Ja, jij hebt iets nieuws geleerd. Sommige mensen hebben iets nieuws geleerd. Mama heeft iets nieuws geleerd. Het is bij man en vrouw. Ja, bij man en vrouw. Ja, beide kanten. Oral. Ja, toch? Dat bedoel ik. Maar dan hoor je bij mijn poeder en piercing direct van, hé, wacht even. Nee, ik zou ze niet weghalen. Zo maar mee. Ik heb veel tattoos aan mijn lichaam. Ook op je tong, hè? Hey. Ik heb veel tattoos aan mijn lichaam. Oh, ja. Ik heb veel piercings omdat ik ervan houd. Ja, ja, ja. En Sammy Lobby, de boy Sabi, vanaf jong af, mijn lijn aan tattoo en piercings hebben me zo, door de jaren heen die ik grok naar zo denk. Daaraan gaan we niet hoor. Maar daaraan komen we niet. Ik voer op tiezo. Ik voer op tiezo. Ik wil wat aangeven. 2023, man, wat doe ik ooit? Wordt het nog erger? Ja, ik maak me niet druk. Ik heb er al voor gezegd. Ik heb er al gezegd dat ik ga voor u. Dus. Je kan het niet maken, boy. Je ziek in mijn woord. Ik heb je al gezegd. Ik weet niet. 2023. Je gaat voor problemen zorgen, jongen. Je groet is, hoe gaat met je woorden? Hij gaat niet weg. Ja, zeker. Hij gaat met je blijven. Hij gaat met je blijven. Nee, jij ook. Ja, dus wat ik wil... En Divi Master, dat nou weer de man. Hij praat niet veel, toch? Hij praat niet veel. Kan je weer wat crossie, want ik trek verdomd sexy aan. Hey. Ik trek vreselijk sexy aan tegen mijn de diepe vlieg. Jolies, wat mijn etat voer werden, maar Jolies, maar mijn voor mijn etat. Ja, ik hou van alle soort van muziek hoor. Mijn olegi, maar ik ben dol op dansal muziek, reggae muziek. Ik hou van reggae en dansal. Heel op slow jammers of van jugu. Nee. Ik hou van alle soort muziek. Okay. Maar ik hou meer van reggae muziek en ik hou van mijn R&B. Okay. Dat zijn mijn twee echt. Top! Soul. Soul? Soul, hè? Soul R&B. Mm. Dus R&B, maar niet echt van de 80s. Dus echt van die R&B's, die mooie liederen. Me verstaan ze je zo, so, en ik hou van mijn danszaal, me weer sexy. Ik weet hoe ik me moet kleden, me ga een receptie, weet ik hoe ik me moet kleden, me go. Maar tegen een danszaal, dan weet je ook hoe je moet kleden. Me ga een danszaal, dan me sap van mijn setting. Weet je, dus... Apajas of Mimi eerste masra. Oh jezus! Probleem, probleem in Babylon. Probleem. Jullie maar weer tegen mij dat ik crossleren, man. Liever met kago. Je kan het toch niet doen, man. Je bent nak, man. Je kan toch zo. Ik ga in de auto zitten, ik ben me. Dat mijn chase hij jump op, want dan word ik boos. En weet je ook? En weet je ook? Ik laat die vrouw zich hier over. Info, weet je ook wat dat ding is? Weet je ook wat dat ding is? Mij denk je zo, Lizzie Taki. Boy, Afrojo weer zo sexy dat ik tagwa strati dat we matief misschien. Dat we ook Lucas met dat boy. Ja, maar ze doen maar sexy zo jongen. Dat is een ding. Dat zijn dat mijn vrienden. Ik wil die dingen dat gewoon. Maar ik heb hem nooit toegelaten. Ja, ik weet. Dat is zoekie. Mati is zoekie. Ja, natuurlijk. Ik weet dat ik misap voor Asande. Natuurlijk. Dat is niet tof. Solicite te mijn mate. Boy, dat is matief. Hey, look, hoe meer of ik kan nog even checken. Laten we het gaan doen. Ja, hey, afrepot. Ja, maar die eigenlijk dat bedoel. Dat bedoel ik. De man dat na kort ba, is hij al los de man dat ba. Dus eigenlijk met vier van fasie, mama Dani, dat in weer zo tide.
Nee, om waarom? Ik zou wel dat doen. Gisteren heb ik mijn zoon gevraagd van wat moet ik aandoen, Jere? Sarah gelegenheid. Wacht dan nou, Jeremino. Ik ben wat moet ik aandoen, Jere? Wat u wilt. Ik dacht, oké, wat ik wil nou, dan ga ik een billenshort pakje aantrekken, Jere. Maar, billenshort pakje, Jeremy, ik dacht dat Sammy wan me kan weer. Dan ben weer wat sexy crossy. Ben weer wat sexy crossy, kom ik te radica, Jere. Maar, oh, mama, zoals werkt ook daar nog weer zo erg, want dadelijk staat ook taki. Normaal, luk hoe amai is je mama van mama weer, normaal. Ja, en dat is Diego. Ja, je zou ook niet uit huis gaan, dat is dat staat vast. Of zo, dan we het voor een andere dag laten, of zo. Maar ik zou misschien jullie moeten teleurstellen van boy. Dan wil je het sexy aandoen, maar het gaat niet lukken. Ja, maar ook niet met de bedoeling van een billenshort. Ik heb je gewoon gevraagd. Hey, dat is het model. Ik weet dat ik vroegje door je vroegje. Ja. Behalve dat imma bij moeilijk. Ik denk dat jij gaat het ook niet, want je doet ze imma. Hoe je ja, dus kijk. Laat me je wordt ingesmet. Laat me je uitleggen. Ik kreeg, ik weet toch? Ja. Dan kreeg. Ik kreeg. Een van mijn. Hij was voor een tijdje bij zijn neef. Oh. Op La Tour. Dat was niet meer kregen. 3 dagen, hè? Ja. Of 4? We hebben het over 3-4 dagen ja. manier. We praten lijken een moe. Het was een discussie. We hadden een discussie thuis. Zo. Je zei toch, pay me my flash game, zo, so, dit, dat, die. Ik weet je wat. En deze, hij denkt niet. Hij wordt. Hij denkt niet. Weet je wat dat is? Is dat van mij denk ik, meneer denk ik? Ja, en dat meneer denk ik, maar meneer denk ik. En. Ik zag moppen uit mijn moffel. Je zei toch, meneer man. Mina wa maaf mi serefi. Isabi? Asan se tja mi e fir tak mina wa maaf serefi. En dit is mijn moeder, mi lobing. En voor die mina wa tak broer asan, liever ga ik uit je buurt. Ja, maar zo. Isabi toch? Laat me uit je buurt gaan voor een paar. Respecti fasi. Dan kom nou tak asan, kom nou dit in de buurt. Deze vrouw hoe je er hier zit. Omoro e de dape, omoro e taki. Anespang e taki. Ef mi te ef mi tak nata set de fa ef al da be nak de san bro ef al ye nak san bro oh mami lu ko jama mami maki so atro vio alisi mis do mi camera and isabi to ngami mami no noi mi no opo mi anuge ofsa isabi of course en tak pa lek fa me shibo pa al da mangi du do mi no do asan die dingen gebeuren vroeger niet in Suriname hoor. Er zijn veranderd. Dus ja mis do ina camera. En dat mijn mama kakonda is dat wat ze een play call of zo staf je. Acha, akwange in de camera. Wanneer? Nee, kom op. Acha, nou wel lauw lauw zijn toe. Acha, record in de camera. Dat is freeze. Acha, record in de camera toch? Dat luku me dat hij met dat luku naar hem. Dat mes don, dat me blouse. Dat ik oh, naar hem je blog, je blog hem. Dat ik als aan dat schubben zo naar mij moet voor hem denk als aan dat is die officer schubben zo naar mij voor naar mij moet voor dat is mijn arm of mijn lip pretty a boss dat ik die broeder dan test dat ik mij moet voor boss jongen een vrouwtje boss mij moet voor met de telefoon zijn bij abi mijn nakken panja naar muur buff waka go met mijn camera. Met de aher bed is me open bro voor stamp alles aan mijn naam. Met de kaart, met de kaart, telefoon, me broke into. Hey. Dat is abba ati bro sa mi abig. Om dat na mi ma, en mi abba le speki gen. Is abi akwe kuko le speki fasi, wins fa bede. Akwe kuko le speki fasi. En is mama mi no go buite akres. Da betre mi broko desan, betre mi pura ati bro nda mi. Daro mi no, an urak. Mi ne urak so man. Me laf herdi, mi kande. Kick my hair di. Well, he was boss. Dam goe na camera, dam goes don't clean na camera. Direct a boss feng goe. Direct a goe na, en deze papa, maar wanneer hij boos is, mag ik alles. Wanneer hij boos is. Daarvan maak je een misbruik. Tee me urak. Want me schie filmpjes toepen, hij goe in die tas. Take 100, 200, SPD. Tee me urak toch. Ik geef lekker loer of me urak. Want dat zat daar, als je me was, dat me urak toch. Om het te gaan, maar niet. Ja, maar toe die niet dat probleem. One day she found me face is part of me urak. Dat is wat is er? Niets man. Ik hoor net. Mag ik dit niet man? Ja man, niemand. Ik tek tek om je san. Tek tek mijn espa of mijn pai. Daarom tem urak nu de mijn guang in de omdat mis opzij doet ook. Oké, ik wilde weten wat het verhaal was achter between mother and sons.
En het is duidelijk. We zijn ook die diepe ingegaan. Ik vind het mooi, want ik dacht dat al. Daar moet meer achter zitten. De manier hoe jullie met elkaar omgaan, zo mooi. Weet je, mensen die niet zo judgmental zijn, die kunnen langs al die grove takkies zien en dat soort dingen. Dat dingen zijn niet belangrijk. Wat ik ook nog mee wil geven, is dat mensen die bijvoorbeeld ook in dezelfde situatie als ons waren. Of, dus Pina, ja, Strati. Ja, Strati. Ze moeten zich minder. Dus ze moeten zich niet minder gaan voelen. Ja, en ook toe. De man doet minder, like, nooit zo aan zijn niet. Je moet ook nooit vergeten van waar je komt. Ja, van waar je komt. Is dat toch? Daarom roep ik mezelf voor ghetto. Oh, dat bedoel je dus, if je boppen uit als aan? Ja. Dat je gaat doen alsof je uit als aan? Ja. Sommige mensen voelen zich hoog. Daarom wil je dat die sortering. Ja. Want dan kunnen andere mensen zien van, oh, Yusra ben ik. Ja, toch. Dat zie dat je eruit kan. En je kan eruit met een virus in om hier skoeren nooit. Omdat anytime kan zakken bakken. Nee, maar wat sommige mensen doen. Wat sommige mensen doen. TDBD kan TDBD nu een more struggle more. Me, nanga dem chave me. En God bless them. Dat denk ik de one boom fasie. Dat doen ze alsof ze nooit daar waren. Wat ze doen alsof ze nooit daar waren. Alsof ze nooit daar waren. Of kan dit de mit one smasa bede da pede de play wall of ice gele. De de moro asma. Ja, dat is daar. Maar dat is karakter. En dat dan lo basan. Dat dan lo so. Dat weet dan dan dan. Stay humble. En daarom ik iemand. Ik ga voor kinderen. Vroeger hield ik ervan om wat oudere mensen te helpen als ik. Maar ik doe het niet meer. Ah, ja. Ik help liever kinderen. Oh, ik sta voor kinderen die het klaar. Nodig hebben. Children of the future. Ja, precies. Kinderen. Ja. Ik help kinderen met misschien schoenen, kleren en zulke dingen. Ik ga voor kinderen. Ja. Wanneer ik jarig ben, eet ik met kinderen. Ik hou van. Liever ga ik voor kinderen. In de, betere in je ja, kinderen in plaats van volwassenen. Ja. Ik zei, ik ga voor kinderen. Oké, okay, mooi. Ja, de ondersteuning is voor kinderen bij mij. Ik hou meer van kinderen omdat ik weet wat het betekent. Tewam ching ede tapstrati. Of naar krepa. Of tewam ching ede naar angry berry. Tewam ching op scholing. Tewam ching een dakloos, weet je. Ik weet wat het betekent. Daarom zei ik: voor kinderen ga ik. Zulke kinderen wil ik in de tijd in het leven wel helpen. Wil ik klaarstaan voor zulke mooi kinderen. Mooi jullie, hè? Als ik jullie zo hoor praten. Dit soort mensen wil je graag dat ze de maximale succes bereiken. Want mine shipe, lek van je leg uit. Pe je komt op een positie, dan no you kenki. Ja. No you look at this man. Van, hey, of je gaat zo vies aankijken. Ja, 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 ja. Of je hebt zin op anderen. Ja, ja. Helemaal niet. Kijk, ik zeg dus je. Zulke mensen wens je alles succes. Alles, want succes is om te delen. Daarom had ik het gezegd sowieso. Op Facebook, Taki. Wanneer je succes geboekt hebt. Want trouwens aan boeken succes. No broken. No bad mine. You call ook no kong eten. Omdat if you be up one siki, if asma be up one siki, ino no go one. Dus asma koloku. Asma koloku, li ben nang in koloku ere. Li ben nang in koloku. Naf ing. Doe view ook kong. Ook kong eten. Ook kong. Maar if je jugu, je moet nooit meer de tijd vechten. Precies. No jugu jugu asa. Ala libisma. Alasma aben testament. Gado aba testament voor ala libisma. Ja, is abitok. Te, you yuru no doro ete. Idanga wa mati fi, ye dry loan tu, isabi na nga tuma ide. Isi dema rise up for you. Gun de man, lip de man, gun de man. Mensen gunnen niet, dat is een probleem. No go back, no go judge. Dat is een if you no gun want trouwen, wanneer gaat jouw geluk gebeuren? Wanneer komt jouw geluk? Lek was aan Sammy Wattak toe. If bijvoorbeeld you na hustle man, look like fami na hustle man. Is dat bij mijn hustle? Dan, fa, mi ogo bad mij no hustle man, let me see. Nee toch. Mi ai hustle toe. Omdat mi want make mi san guafe, si mi no kan go bad mij na. Ama trefe hustle. Mi kunna man toe toch. Het kost ook energie, hè? Ja toch. Hoe misgen was het? Het is verkeerde energie. Net hoe ik mijn ondernemer heb toch? Ik doe mijn ondernemer, ik ben een ondernemer. Kan de you begin first amang, en amang fin want draai moro snel, dan toch in toch aai mooi. Precies. Het kan. En familie, ser mi woord zware. Aai. We spam them and she want to my fair wash. Me okay langa me go buy my wash too. Yeah, no, that me fairy that me no buy kada. Stress. Me waka go buy my wash too. So ook to try my fair wash the my go buy me wash too. Yeah. Na, men zeg wat je geeft krijg. En ik heb ze ook altijd geleerd, Taki, hoe sap ze na struggle. Wanneer jullie bijvoorbeeld in de winkel staan en we zien wat ma nang op ching en ano ap bijvoorbeeld wasani ano mang ano.
ano apwasani sa ano mamisi yung kani o money sa ano mamisi tak e sa ka al de spullen kopen sta de persoon bij efisi wap chi ina wenkri at chi apwa san fano du funya ang rekiring yeping help waar je kan heb ik ze altijd geleerd dat na mitranga ere mina safa maar dat na mitranga na lek van mijn matakin ze heeft ons dat altijd geleerd isabi luku mine taksa me do of zo maar sorry, ik was laatst in de winkel. Ik zei, ik was wel zwaar gaan halen en zo go bij, want to spelen. En dat misschien wel man aan het toekchen. Ik zei, ze was pamper aan het kopen. Ik zei, ze was pamper aan het kopen. En dat, me knap lukatori. Dat, als niet, ze tjara gas bom kogi me. Dat me knap lukatori, dat misschien van amma etera moni. Maar, ik zie dat kan moni no doro. Ik zei, dus dat, als aan dat bureau kom ik direct. En dat me denk ik, dus, mijn hersenen scan info go 10 jaar terug ja. Of 15 jaar terug. Hij scan boost nou. Dan me denk je dan met dat i. Ja, bon mooi was maar bij je puno attenderen. Ja toch. Is dat beter na direct? Dim shamo dan na direct. As dus as niet samo nas niet zitten. Ramon je tak boyfrau. Het is zo amoni er amoni na sari. Is dat afro is sukuma is. Is je tak afro ano de asap tak ano de ma. Is dat beter? Ja 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 ja. Na direct met as niet zitten. Zeg die kan ipsa. Ik had het een pakje. Maar vrouw, je kunt nog een pak nemen en ik ga die rest aan betalen. Ja, ja, mooi. Ik heb het toch? Bij drinken heb je dit geleerd. Met schwerengi. Ja, met pai direct. Ik heb het toch? Omdat. Maar zo schrijf ik mee toch? Precies. En dan me langawa anu pe mi malang. Dus wie zei wanneer je nog maar wat kan doen? No, mi no malo. Ik heb het wel aan de hand. Ik mag niet toch? Wat mag niet? Ik haar ik ook bakken. Ik heb ook veel meegemaakt. Ik heb het daarom. Overal waar ik ga, als ik over straat ben en ik, al is het nog zo klein en ik kan helpen, help ik altijd. Ik help altijd, ik laat het niet staan. Mooi, mooi. Ik heb mijn money in mijn zakken dat me opstaan. En vooral, dan ga je niet eten en drinken. Ik mag niet grappen. Moet ingrediënten, man. Kijk, bij mij thuis, daar, wie is wat matief den boy kong of wie is suma kong, je kan altijd een hapje vinden. Ja. Dan ga je drinken. Sunday, of ko untem tang me bor wam bigi pat na so van moksal. Hele buurt, konyang. Heer buurt die mekaar konyang. Soms kinderen. Ik kook, ik maak zakjes, ik roep al die kleintjes. Dat is nog hoe mee deem ik doen. Gwa wengri, bij wat heer zakken, zo zo lekker. Verdelen, ay kijk hier zo. Ik ga lep tien hem, dan kom jullie eten, kom jullie eten. Met dat klein beetje dat we hebben. Delen we met anderen. Ja, je toch? Blessings gaan op jullie komen. Zeker, blessings man. Gaan op jullie komen. Zeker, als, als de wereld eruit ziet zoals ik hoop dat het eruit ziet, dan moet er blessings op jullie komen. Natuurlijk. Ja, zeker, man. Zeker. Loco, maak zo aan toe, Sani. Gericht op de liefdesstatus op dit moment. En fauna beste Matis, naar shows toe, welamala na beste Matis met mama. Volgens mij ook een tak vrij. Ja, sowieso. Want zeker. Ik heb het ook wel idee dat u tak vrij. Ja. Praat je vrij met mama over ja, zeker, man. Al die vriendinnen van je, Mattie, Mattie van je. Maar ik kan me voorstellen dat je een van die Matties ook leuk kan vinden. Kom dat eens zo. Dit is namelijk wat ze zeggen. Een man kiest meestal een vrouw die op zijn moeder lijkt. Qua karakter bijvoorbeeld. Laat maar bij mama gaan. Deze zei het altijd. Ma, deze zei me altijd, ik ga bij die oudste beginnen. De oudste, short. Hij zei me altijd van ma, ik wil nooit een dikke vrouw als jij. En ze moet je manieren niet hebben, want ze gaat eruit gaan. Oh, dus dat, het klopt, wat betreft shorts klopt het niet. Ze gaat wel vrijpostig zijn, dat is niet erg, want ze was een bloedlanging. En hem loopfit. En hem loopfit. Samsa nooit, shorts, ze moet een rustige vrouw zijn. Maar dit is, hier ma, wanneer ik een vrouw heb, moet ze een grote bil hebben als jou. Ze moet spannend zijn als jou. Ze moet je manieren hebben aan vrijpostig, aan grof. Naar dat milobie. Aan vrijpostig. Oh, maar dit is dat, dat ja, dit is naar rustig, cool. Als moeder is het goed. Ja. Als vrouw, minder dit. Dit is, ze moet je maar karakter, dit, alles van je moet ze hebben. Terwijl je aan het omschrijven was, werd hij helemaal gelukkig. Hè, ja. Zat even de camera detaperen. Opeens me kost je allemaal van GoTV. Dus hij doet het al voor ze. Dus wat jou betreft klopt het. Ja, het klopt. Het klopt. En je moet kering zijn. Wat moet je zijn? Kering. Zijn naar kering. Je moet dus... Lek van mijn maja. Dus net hoe ik ingesmeerd word.
Isabi toch dat betekent. Je moet je zorgen maken. Precies, je moet je zorgen maken. No, mijn broer. You eet ook hoog Hollands. Hoog Engels eet ook. Ja, dus zorgzaam. Ja, zorgzaam. Dat moet je zeggen. Ja, want ik boring. Ja, en insmeren. Precies. Dus bijvoorbeeld mijn ziekie. Je lijkt mijn vrouw of je lijkt mijn vriendin, moest man contact. Of als je dat een beterschapje hebt. No! No, God! Ik wil een vraagje. Broer, ja, mijn toon. Toen je bijvoorbeeld 10 jaar was of 11 jaar, ging je zelf baden, toch? Ja. Wel, ik ging mijn kinderen nog baden. Oké. Okay. Als ze gaan baden, ja. En als ze gaan baden, en ik zie dat hun lichaam nog stoffig aanvoelt of ik ruik hun mond van... Biggie de Guascoro, kom hier, laat me je mond ruiken. Ga poetsen zo weer, de boos. Met op de ski lukoe, lukoe de bellen, laat me je bel kijken. Laat me kijken of het ruikt. Ja, ja dat na me. Okay. Laat me je piritoli, kom zie, even aan het dingie. Ja, dat na me, lekker okay. Ma. Ik moet overal van ze zien, laat me je dijen zien. Laat me je ondervoet zien, laat me tussen je maar dat zou ervoor moeten hebben gezorgd dat we hier dat ook contact dat... Theo met derm aan mijn kring. Ja, sowieso. Sowieso. Kring, schoon. Schoon, alles. Schoon, ja, man. Fris ruiken. Altijd maak ik me zorgzaam om ze. Je maakt me zorgen om de boy. Altijd. En zo zouden we gaan blijven leven. Ja, precies. En dit van mezelf wat ik ook wil aangeven. In het begin wilde ik niet dat hij me op zijn page zette. En toen hij me had gezegd, maar ik heb een piece gemaakt en daarop ga ik al die dingen zetten. Men, je bent een lieve vrouw, maar men moet ook zien dat je krakeri bent. Je bent kattig. Met dat, ja, dit en dat, bla bla bla. Tak, maar. Nee hoor, helemaal niet. Maar later ben ik er doorheen gegaan. Met dat, nee. Want u was eigenlijk doorgaan hebben wat dat Facebook ding is. Precies. En dat je dacht van, ik ben hoe ik ben. Ja, ik ben hoe ik ben. Laat me het gewoon zo houden. Ja, likes it, likes it. Who don't likes it? Yeah. En hij sprak ook met me van, ma, je bent als hoe je bent. En dan dacht ik, mik je ma. Sumasa, je kent al veel mensen. Sumasabi. Want dat heeft ervoor gezorgd dat jullie hier zijn. Ja, precies. Dat jullie zijn wie jullie zijn. Ja, en dat maakt dat ding uniek. Yeah. Als je bent als hoe je bent, dan... Als een nee, dan een look-alike. Het is gewoon... Wat je uitstraalt naar dat neembaar. Precies. Isabi toch? In een soekoekoe making of Isabi? No. En dat zo desma bij Lobatori. Dat zo desma... Zo desma Lobatori moro? Ja, moro. Ai, zo zijn ze meer van ons gehouden. Oerus ma sap mikpa tak, Dani zei scoren. Ja, dat ook. Dani de zo, Dani emofo. Want iemand wilde volgens mij een kritiek leveren. Ja, een vrouw van Nederland. Een kritiek leveren. Hey boy, met haar vrouw jij. Maar mama Dani, het is veel zeg. Je kan je mond schoon gaan. Ik heb dat ding gewoon. Ik heb dus dat wat zij was. Ja, dus ze heeft dat gewoon op de chat van me gestuurd. Ja. Heel verhaal. Hele verhaal. Dan me not picking next, me kopiëren gewoon. Ik dit maar pikken. Dan potent op appeal aan dat mensen. Well. Kijk wat iemand zegt. Wat kan ik er zeggen? Hey boy. Ze heeft antwoord dus van de liefde gekregen. Gaan jullie live komen voor pikken af? We zijn live gegaan. Die mevrouw moest netjes. Ze heeft me gechat hoor. Ze heeft me gechat. Ik wist niet dat je moeder zo was. Sorry. Ze heeft me gechat. En sorry gezegd. Ja man. Maakte alleen maar om likes te maken. Maar daarom is dit belangrijk ook wat we hier doen. Want we zien wie jullie zijn. Dat ziet iedereen gewoon. Wie niet weet, wie het gewoon. Maar dat zeg ik ook. Sommige mensen, wanneer ik in de taxi ga, of wanneer ik misschien loop. Mama en je weer die spandex, alle dit soort boyshort, billenzand. Nee, maar over kleren gesproken, overdag dat ik geen billenshort aan rieden waren. Nee, niet om mijn zoon, om mezelf principe. Ook, om ons, want, je gaat niet, dat is het eigenlijk. Tussen haakjes gezet, want ik wil moeten... Dat gaat niet, in hoe man! Ik heb het niet, Maar anyhow... Ah, hoor, Nati Krosi. Ik hou nooit ervan om overdag zo aan te trekken, omdat ik jongens heb. Ja. En jongens, mijn zoon hebben veel vrienden. Ja. Dus daarom ga ik overdag niet... Zij zoekie. Ja. Ga ik overdag niet sexy over straat. Ja. Maar ik trek wel sexy aan, maar geen shortjes. S'avonds trek ik shortjes aan. Oké. Okay. Hoe jullie uitgebreid hoe die jongens denken over mama en daten, mama en ma, mama en chant, mama en godan. Maar wat ik nu wil weten is, hoe denkt mama over... Laten we derm even nemen. Ik kan betrek shorts toe natuurlijk. Ja. Want... Ik zal ook een mening hebben met betrekking tot vrouw. Laat me het zo zeggen. Wat vindt u de ideale vrouw voor derm? Hoe moet ze eruit zien? Saamus Abi, Fam Denki, Fam Taki. Hoe ziet ze eruit? De ideale vrouw die u graag ziet met derm. Drink een slok. Wacht, wat vrouw dit? Ade, oké, neem je slok.
Hoe ziet de ideale vrouw eruit? Anode. Nou, anode. Oké, maar hoe ziet ze eruit? Mooi. Daar hebben we alle ruimte om te zeggen. Om die bestelling nu te doen, ter plekke. Mijn droomvrouw voor Derm. Mm-hmm. Mijn droomschoondochter. Die Afrikanen zouden zeggen, my wife. Yes. My son wife. My son wife. Nou, een trapeetje bakken. Between son wife. Oké, my son wife. Dat is voor het gezin. Ja, dat is voor het gezin. Nou, ten eerste, ze moet respectvol zijn. Maar Ambrajari lik me. Oh, dat wel. Ambrajari lik me. Dus waar hij dat niet wil, Sjors. En hij wil zelf ook. Dat verwacht ik ook van hem. Oké. Dat verwacht ik ook van hem. Maar voor Derm, Ambrajari. Ambrajari. Wat een lijn. Dus dat gaat wel lukken. Ik wil een dochter hebben. Ik heb geen meisjes. Ik wil een dochter hebben die open met me kan zijn. Mm-hmm. Amantakoon. Ze moet respectvol zijn, maar amantakoon. En met ook aboete oes de meisje in de jere zo. Weet je? Ja. Van die maar niet dochter te. Die, niet te. Maar zo. Ja, maar dat is respect in de. Jij als schoonmoeder moet het respect geven om het weer te ontvangen. Okay. Ja toch? Dus ze mag gewoon vrij met me zijn en me voor mag tot die van wanneer. Zo'n schoondochter wil ik voor mijn zoon. Ja, voor mijn oudste zoon ook. Maar nou jij hier, kostkostie links, kostkostie rechts. Ja, dat mijn lobby. Maar misschien dat dat wat is. Ja, dat is wat. Daarom is een beetje toxic, hè, Joris? Hij zegt ja toe. Maar apart met jou, zo eeuwig heeft hij van die soorten. De elite, mate. Elite. Ja, dat was moeder. Maar hij is een elite, man. Echt elite, man. Jullie zijn een goede. Ja, man. Ik heb een vriendin van hem. De solide met Joris. Oh, ik heb vrienden toe. Ik heb een elite. Met Dolu Kotak Boy. Elite. Waarom is hij nou zo lekker mee, jongen? Deze is rof. Hij is helemaal rof. Is hij zo lief? En vrienden wat hij heeft. Zo lief ik aan dit te worden. Maar is hij aan mijn tak doe voor lief? Ja, hij gaat echt willen praten, maar als hij boos is. Nu aan het vissen van je mama is hij. Hij houdt toch rekening. Ik ga duizend keren tot je praat. Als het water over is, dan is het te veel. Ja, dat wel. Maar nu kom je lukken, Sjors. Sjors en Jezus, mama zei dat Hoog-Hollands toe. Sjors! Nee, ama isi. Tama isi de weri. Tama bonko tu uko ni jelas gimi. What is that? Ase wat tegen me zeg. Hoor, laku tak eerlijk vast aan de. Die man te meteen, tak Sjors kom no. Wat? Oh, die man te ak, die man te meteen Sjors kom ook no. Jere, waarom? Meteen, Ibel had je toch zogenaamd, meteen Ibel had je toch gezegd om mee te komen. Jere, ja maar waarom? Want hij weet dat ik al wat wil vragen hoor me no. Boy, mina sasumana bigi barba mang of so. Dit is hier uit sa. Boy, mina sasumana bigi barba opa mang of sumaning. Maar dan ook kontak hoe hoe kwam ik tegen iemand. Zo dat papen dat hij weer weet, boy. Dat papen dat hij. Jere mina, mina wan me kama kontak toen. Voor as me. Ja, voor as me. Dat if you de, dat je weng me dat maar hij dit gesagt. Jere no. Hoe dus daarvoor moet ik speciaal komen. Dat ik ja toch. Dat kom je me helpen toch. Want is dat met tak niet de laat maar no. Toen zie grammatica. Alle Nederlands. Meneer, tak de wan dat tumsi. Met zijn bepaalde wan de man, dat tumsi. Kijk wat uit is gekomen. Dat is heel lekker. Manospan. Hij zit hier, maar toch. Elite meid. Brajari. Brajari. Sting. Maar ik vind het mooi, want ik heb je gevraagd hoe moet ze eruit zien. En je heeft het over persoonlijkheid gehad. Niet over hoe ze eruit moet zien. Nee. Kan je als Nezi, Japanese, alles. Maakt niet uit voor mij. Maakt niet uit. Ik ben zelf ook een mixeras, maar het maakt niet uit voor mij. Oké, mooi. Mooi vind ik mooi. Ja. Dus hoe ze als karakter moet zijn. Ja, precies. Amap wan barlafu, want jij wan barlafu. Amap barlafu, misref en jeppe barlafu. Ja, maar hij vindt... We laugh eng. Hij vindt het juist niet leuk als... Weet je hoe hij is? Hij vindt het niet leuk als ik als moeder niet vrij met zijn vriendin is. Oh, mooi. Hij vindt het niet leuk. Ik had wel een schoondochter hoor, maar ik weet niet wat is gebeurd. Ik laat dat tussen haakjes. Nice. Maar ik was wel vrij met haar. We maakten grappen en zo. Ik was vrij met haar. Hey, is wat man zijn even dragen? Hey! Heb ik gelijk? 1000! 100.000! Oké. 100.000! 100.000! Hij verdraagt niet! Hey! Dat is in een relatie. Hey! Give me talk! Jarusu! Give me talk, mijn baas! Jarusu! Man, ik kan de leuk van mijn donjas. Stel dat is mijn vrouw. Dit is mijn vrouw.
En dan je tegen me dat ik ga even naar de winkel. En de winkel is net om de bocht. Je wat kan gaan met Berlin te koop. Loop je al. Is dat een probleem? Ja. Loop je al. Je naar mij te bezig met chat. Met chat je reageert gewoon direct. Gewoon in een soort 2 minuten langer in reageert. Je loopt al uit. Je loopt al uit. Wat doe je in de 2 minuten? Als je bezig gaat zijn, moet je me even zeggen van kijk nou, ik ga even wat doen. Isabi. Dus toen ik zei, hey, ik moet mezelf applaus geven. Ja. Dintak, derm is toxic. Ja man, 100%. Dat is moeilijk. Hey. Ik is moeilijk. Dat doet hij ermee doen als je niet hey, ik heb trust issues. Hé, hey, is moeilijk. Ik heb trust issues. Om eerlijk te zijn. Ik ga niet zeggen dat ze niet loyal zijn hoor. Als ze een vriendin hebben. Dat zijn ze loyal. Ja, dat zijn ze loyal. Focus op jou alleen. Ik ben precies zo. Ik als moeder toch. Soms, ik ga een beetje tussen haakjes zetten en ik ga zacht praten. Ik word jaloers. Echt jaloers. Ik word jaloers. Echt jaloers. Omdat dan vind ik van, hij maakt geen tijd meer. Dan gaat het niet meer over financieel, maar dan gaat het over de wat tijd. Wat ik ook even wil meegeven. Hé, niet te veel hoor. Dat begin. Kan de met dit dus. Laat zeggen, een van die relaties van me. Mm-hmm. Dan kan mijn vriendin komen bij me of zo. En dan misschien ben ik in de kamer of zo. Mijn moko nak naar door. Ebel, of Winston, kom even. Me go, niets, ze is niets nodig. Ik moet gewoon bij de kamer. Me go afstraat even. Me kwa of zo. Me bij kan de wang. Laat zeggen, een KFC van mijn vriendin. Ik wak op zangen KFC, mevrouwtjes, doe je naar voorzijde. Je hebt het niet goed gezegd, ik wak op zangen KFC vanaf mijn kong. Dus dat ook denk ik naar één. Ik wak op zangen KFC, ik ga naar de camera, ik geef mijn vrienden mee. En dan pik ik mijn nek zitten. En dan mag ik naar voorzijde bakken. Wat is de mijne? En waarvan ik die houd hoor? Ik ben open. Ik heb een mooie bij. Ik ben open, ja natuurlijk. Dat zou ik aan de mee. Nee, maar ik ga bij mijn favoriet. Ik bij ons aan gaan mee. Ik moet het ook voor jou. Ik ga bij mijn favoriet. Nee, want ik ben ook je vrouw dan. Dit zou ik en ik ben open hoor. Ik kon aan de achterbakse. Als mijn zoon me bijvoorbeeld 100 SRD vergeven. We gaan het niet hoog houden. 100 SRD. Prima. En hij geeft zijn vrienden 100 SRD. Vind ik het niet leuk. Even. Wacht dan! Even, laat me je niet onderbreken, man. Je moet me niet vergelijken met je vriendin. Dus het is niet dat ik niet kies. Je kiest toe. Aan een boon toe. Nee, ik vergelijk me naar je vriendin. Even nog. Reden waarom? Ik kan geen een banko wel. Een banko afgeven. Of van 60, of van 75, maar nog een bar kilo. Desnoods van 90 of van 95. Maar mij aan een bar. Rust. Even nog. Reden waarom? Wacht dan. Geen blok even. Maar geen blok zo direct. Reden waarom? Uh-huh. Ik vind je vergelijk me met je vriendin. Je zet ons op één lijn. Je zet me op één lijn met je vriendin en mino defa sanda. Ala jari, sta je stroger. Ala. Dat, migado. Ja, ja, me vind. Kokomi. Hello. Kokomi. Dat bedoel ik. Ik kom pas. Als mino nga ibe abi, you nga mi free, you nga you vriendin no be abi. Dus geef me 100, dan geef je haar 100. Geef de desnoods 95, ik geef maar 100. Maar, je was je aboy fi gelukkig toe toch? Ja, natuurlijk. Oké, okay, dat is ja. Ja, hey, bedankt. Laat me u even wat vragen. Even dan, rust even. Eman, look at that. Rust even. Kalma. U stelt ons de vragen, toch? Daar heb ik een vraag voor u. Oké. U bent met uw vriendin, toch? Dan, net als wat u mijn moeder daar net heeft gevraagd, u wilt ook dat hij gelukkig moet zijn. Oké. U bent met uw vriendin, u bent in love, u bent verliefd. Ze is ook verliefd op u, Isabi. En je geeft haar niet een actie net voor je moeder. Ja. Nee, je geeft haar een barkie, kan die. Kijk hier, doe je ding. Dan, ik geef haar een barkie. En je moeder begint te keer te gaan van, maar hoezo? Ze kan niet meer dan me vinden. Wat is jouw reactie? Boy. Maar ze is je vriendin. Ja. Dan ga je eerst ribiwiki. Mama is mama. Is dat wie? Zo wat daar is. Even dan. Even nog. Dat wat? Even. Daar voel je lekker. Ja. Ah? Zoals ik dat... Senatorie dat niet. Wat voor lekker? Even nog. Senatorie dat is dat voel je. Even nog. De situatie. Rust me even. Je kan hem zo'n vraag niet stellen. Even nog mama. Even. Daar voel je lekker. Hé, je zegt het weer nog. Dat zeg je nog. Oké. Je bent daar. Is dat wie? Is je moeder?
maar ze is je vriendin, nanga een je met plannen, isabigi a. Wat dat kijk je, aan hoe je haar met daar voel je lekker. Daar voel je, en met dat kijk je met dat kijk je toe. Hij mag niet lekker voelen, no, mama daar. Hij mag lekker voelen, maar hoeft het niet, hij hoeft niet aan te halen. Oh, hij hoeft niet per se drie keer te zeggen. Oké, ik ga het de laatste keer zeggen. Oké, laat maar, daar waar ik goed voel. Wat zei je actie bij? Wat zou jouw reactie zijn? Ik zal je eerlijk zeggen. Is je vriendin, is mama. Ja. Maak mee naar mama. If nou een boel vrouw toch? Ja. Meer focus op één focus op mij. En mijn masabi, dat nou een boel vrouw. Maar mijn mama neri, naar mijn mama neri. Dan moet je basaan rustig. Tradeving maar aan mijn maus doen rustig met haar mama. Hij wil ook dat ik gelukkig ben toch? In om zin zo. If me geen feefi barki. In een sap dat Amelio Samo Miki. Mino take af hoe feng. Alla you o kissi. Mag ik je hand even schudden? Oh, album, ja. Je hebt heel goed gesproken. Ja. Weet je welke stuk? Welke? F. Adewan Boomfrouw. F. Adewan Boomfrouw. Dat zit ik weer. Dat zit ik weer. Nee, maar dat zit toch? Dat zit ik weer. Jij houdt van de. Zij houdt van je. Mama Sabi van. Dat bedoel ik, if you know sap. Ja, maar if you know, ja toch, precies. Daarover heb ik het. Maar dat is het niet aangehaald. Als het in een fase is waar niet is bewezen. Dat bedoel ik. Dan moet ik meer bij mama gaan. Want dat is wel één. Mijn man. Dat is wel. Dat is wel. Snel in Sassou. Dat bedoel ik. En deze papa me, om eerlijk te zijn. Wanneer hij verliefd raakt, daarom maak ik me konkru baka. Mijn nekste maken zou. Wanneer deze man verliefd raakt, raakt hij verliefd met zijn hoofd naar beneden. Hij raakt niet verliefd met zijn hoofd rechtop, met zijn hoofd naar beneden. Dat want ik ben die Alassani gameet. Alassani. Dat verhoud ik niet. Alassani. Ben die Alassani met letterlijk. Letterlijk, dat wordt een andere show. Nee, hij gaat en dat doen we ook hier. Met zijn hoofd op, dat bedoel ik. Met zijn hoofd op, dat bedoel ik, Taki. Ja. Je gaat toch door... Adebay. Ja toch, je bent bij. Maar die ben je niet bij, toch? No. Want je bent niet bij. Dat kan alles met je gebeuren. Alles aan kan zangen. Je aan de spang. Ja. Als ik als moeder... Temis dondam kies wat denk je. Geloof me, dat denk je dat me kies aan een boom. Boy, maar is je samen zien, ja? Dat... If you have a man of zoon of andere zoon, ja. Dan moet hij toch langs zonen. En die vrouwen die zij vangen, moeten toch langs mama. Ja, precies. Zo gaat het. Maar zij lukt dat van maar ze haalt aan dat teme verlief of teme lobby met ben na mi ide. Maar aan de haal aan dat te eerste verlief, dan is king, ik ben niet alles aan of aan dat hij. Oké. Dat is een waar heb ik het. Nee, dat geef ik ja, dat geef ik eerlijk toe. Appel valt niet ver van de... Dat geef ik eerlijk toe. Ik geef eerlijk toe. Natuurlijk. Van moeder en vader. Ja, ik geef eerlijk toe. Zo ben ik. Maar no, die akkom... Ze is ouder nu. Mij kom horen op begin, dan wil ze me nu de lessen komen voorlezen van inom. Doe zo inom. Maar hé, schrijf toe. Maar hé, mijn kafout toch als je je kan tegen van hé. Toch nog een kata mijn kafout. Hé, afverlief. Tangen nu een kata mijn kafout. Ja, tangen nu een mijn kafout. Maar ik maak nu geen fouten meer. Ik heb al ingezien. Je bent scherper. Ik ben scherper gaan. Ja, scherper gaan worden. Nee, maar weet je wat dat ding is? Want kijk, van mij no, de van mij de. Dan ga ik me, ja, je gaat iemand hebben, maar je gaat je niet inzetten. Je gaat niet zeggen dat AI, je begin loopt naar huis, hier ziel, hier king. Nee, je gaat nog door de vingers kijken, dat is hij goed voor me? Laat me zien of hij toch is wat ik wilde hebben. Even een man. Oké, wacht even, we gaan het even bij mama Dani houden, want... Mis heb dat ook nogmaals, stel je voor, want masragi mama. Maar mama moest gelukkig toe. Lek van jou, ik ging een boxje van ja, zuiver. Dat deed je moest doen, ik dacht, mama, je wil me gelukkig zien, toch? Je wil mama ook gelukkig Sowieso. Er komen acties zo. Aangezien jullie zo moeilijk zijn voor jullie moeder. Hoe ziet de ideale man eruit voor haar, waarmee je haar graag zou willen zien? Oké. Okay. Ik kan tatoeëren. Dank je, Sjoerd. Maar eerst jij. Eerst ik. Oké. Okay. De ideale man die ik in mind heb voor mijn moeder is eigenlijk... Jack, put on my shorts even. Ja. Om ik allemaal, terwijl we praten door. Ai. Ja, de ideale man die ik eigenlijk in mind heb van mijn moeder is, dus moet eigenlijk zijn, amang, uno gona uiterlijk toen, zie je dat toch? Maar, amang moest de man zijn, een karakter van moest boom. Zijn hart moet puur zijn. Puur. Zijn hart moet puur zijn. En hoe herken je dat een hart puur is? Waar zie je het aan? Tenu loba okro ilob de siri toe. Oké. Dan heb ik het nu over dat in sorgo. Want we zijn
jonge heren. Isabi, we lukken ze even, maar een lobby. Een ondersteuning. Isabi toch, te jullie op Amma, te jullie op Okro, jullie op Assyri toe. En dat onusref als je dat eet. Amma is een moeite boy. In afgoedu also. Maar afas, afas, Paolo, in de vrede dat je Jens aan lobby vindt. Gewoon uit te beschermen. No. Omdat ik weet hoe ver. Ja, ik weet hoe ver ik ga. Het is eerder gebeurd. Ja. En dat, al wil ze uitschelden of zo, maar je een wans doen, dan gaat ze bezinnen van, hé, de boy afleten, jongen. Dus heb je toch dus, mijn moeder... Oké, terug. Amang, puur. Ja. Wat nog meer? Hij moet puur zijn. Ik denk dat Amang moet... En, Moet ik geen vreugde zijn, want ik wil shows en kost doen. Oké, Amang moet... Kan je? Moest doen, Jem. Dan zal je voor me kijken of die camera goed is. Maar betrek Sjors even in de laatste paar minuten. Ja. Look hoe Sjors elite aan je man. Ja, zie. Ja, zie, papa. Ja, zie, elite manier. Look hoe van mijn lijp. Oké, en Ati puur, kan je het toestangen? En hij moet vooruitstreven. Vooruitstreven. En denken. In Oaxaca also dat je Siamans dons don dat don don dat pe. Niet. Tradé bij don don baga. Ai, mina ma wiki ai turmante of ni gurmante da mai haret. Ai du bro. Aneroko en among dat hij moest de wa mansa mande. Hij moet klaar kunnen staan voor mijn moeder. Maar spannen aan mijn mama, brada, wat zit er? Isabi, sta klaar voor die vrouw. Oké. Okay. Isabi toch, nog daar. Iedereen eens dat dat de ideale man is? Of wil mama daar niet iets anders eigenlijk? Nee. Eén ding nog. Zo, hij praat goed, hij is helemaal goed. Anu boy. Nog opa Anu zomaar, tapa vrouw. Om je takken, no. Om je want takken staan dat. Oké, dat is een tapa vrouw boy. Dat na eerste, Sami. Daar kijk je meteen aan als hij die. Ja. Als hij. Agressief is tegenover mijn moeder. Isabi, of hoe hij praat met mijn moeder. Isabi, of in bijzijn van ons, hoe hij reageert als ze ruzie hebben. Okay. Of wat dan ook. Je kan dat niet doen. Respect. Ken ik je goed eigenlijk? If mama control. Of ik ga mijn moeder het niet laten zien, maar ze gaat het toch zien. Want ze weet hoe ik ben. Yeah. Ik ga echt afstand nemen van die man. En dat is een kwaal van hem hoor. Zwaar kwaal van hem. Deze kan toch een beetje vrij zijn. Maar hij is. Nee, maar als het op dat moment, als het zo is. Ja, van hem kan het als de man zich niet gedragen. Maar deze is een vieze kwaal van hem. Hij gaat het niet accepteren dat een man me slaat of een man me onheus behandelt. Ik denk je alleen al. Ja, dus nou, hij gaat het niet accepteren. Ik zeg, nu kom naar Grondtapu. Ik ben niet gekomen om mensen dood te maken. Maar voor deze vrouw kan ik dat wel doen. Ja. Snap je? Ik weet niet als je me gaat begrijpen wat dat betreft. Ik begrijp maar 100%. Als je naakt me ma. Ja. Dat kan ik niet meer denken, weet je. Omdat Abban Samia, wat ik met haar heb meegemaakt. 100%, het is net verteld. Hè. Ik ga je wat zeggen wat ik altijd tegen een crossbay vriendin van me zeg. En ik ga het hier zeggen publiekelijk. Ik zeg haar wat. Zo legitiem denk ik mijn ma en mijn pa. Toch? Ik hoef alleen aan ze te denken. Weet je dat ik al kan huilen? Ja. Alleen die denk ik kan me laten huilen. Ja. Ik kan nu huilen als ik me niet inhoud. Ja. Want zoveel hou ik van ze, maar zoveel vind ik ook dat ik nog niet heb gedaan. Ja. En nog niet heb kunnen bereiken. Ja. En dan krijg ik verschillende emoties. En ik kan ook heel agressief worden over die denk je alleen al. Dus ik voel je, ik begrijp wat je zegt. Is dat niet? Ten eerste, ik ga nooit als mijn moeder me kennis laat maken met de. De vriend of wat dan ook. Snapt u? Ik ga niet. Stiefvader.
Hij is die vader, man. Kijk, nou heb je vader. Papa, hè? Maar even allemaal vindt dat Imkar en papa. En dan rook je af, broer. Of je wat door, of je wat door. Maar dan wat boeman. Hart is puur. Daarom zeg ik, nog spannend aan Unutu in Abloek. Ze gaan wel respect hebben, hoor. Maar ze hebben iets van. Ze hebben iets van stiefvader, ze gaan nooit een papa roepen. Ze gaan nooit. Ja. Ze gaan het in hun hebben om te zeggen van, hé, hey, nou mystieke, omdat ze weten dat het zo hoort. Maar ze gaan het niet, ze gaan niet komen en zeggen, hé, hey, pa. En daarom, hey, Uno, dit dat gaan ze niet doen. Vrij naar een kloos naar een man. Omdat ze een man tegen jou was en een man doet. Ja, precies. Ja, 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 ja. Maar hij nou, ook als dat drie was aan je of zo, maar... Maar hij nou, dit toen ze zo, nou. Omdat ze was aan je verkeerd, mijn man tegen je vrijdag, jouw broer, of Uroma, of kill. Faka, dat is een model. Is dat ook daar een oude toem? Zij wat dat is. Kijk, de manier hoe mijn moeder me heeft opgevoed. Uh-huh. Ik is een hele goede opvoeding, we willen wel gewoon niet. Oké. Weet je? En ik respecteer haar en ik bedank haar daarvoor. Isabita. En ik heb het ook aangenomen, Isabita, met heel veel fonfon. Toen ik jonger was, toen we jonger waren, was ik een. Ik was die het no good. Dat hebben ze niet aangehaald. Ja. In feite wel. Hij was een probleemkind. In feite, hij was het. Hij is een probleemkind. Hij was een probleemkind. Nu is het deze. Maar oma, dan gaan we nog havo. Ja, precies. Ay, gelukkig. Het moest toen eruit. Liever toen dan nu. Ja. Die zin nou. Dat is toch Ogriboy? Ogriboy, niemand kan met hem praten. Hij is wel lief. Te kalmeren, weet je, dat is geen probleem. Ja. Te eigen weet ik van, hé, nou, ik grab even, nou rustig. Want we takken mannen aan zo'n relatie hier, maar die relatie van jullie is net zo belangrijk voor de brada. Ja, ik kan zelf niet te bemoeien tussen ze. Jij hebt broers of zusters die vechten met het deel aan kierdensreven. Maar opvoeden zijn met magu, we kunnen niet, boy. Ja. Hoe kan Ik heb het niet gedaan. Ik sliep, mijn motor ook ooit sliep. Uh-huh. En mijn moeder komt bij mijn shorts. Ik weet niet wat is gebeurd. Abel. Hij was net van het werk. Waar hij werkt. Zo maar naar Abel. Hij is mijn naam. Die Michel extracteur mijn vader, Michel staan hij Abraham Milong. Voor ze denkt dat hij goed doet aan Milong graven. Onja! Weet je, Michel was hier zie, pura oudoen. Kalmera man. Zo je bent maar kalmera man. De meeste gevallen wanneer hij tekeer gaat, is zijn broer kan hem kalmeren. Hij luistert wel naar zijn broer. Als hij verhit wordt, is zijn broer kalmeert hem. Maar hij luistert niet naar mij wanneer hij boos wordt. Ik weet niet wat zo kan zijn. Hij luistert niet naar me. Mijn arke mimma. Hij luistert niet naar me. Ik luister mijn vader, mijn oom, mijn oma. Mijn moeder zelf luistert hij niet. Ik luister. Alleen als die broer er is, wanneer die broer er is, is hij woem. Helemaal cool. Zo is mijn zref een woerak. Mijn woerak dat mijn zref dat. Maar zij dat mijn arka maar. Zo is mijn wang ook doasan toch. Wanneer is een broer zit, dan wordt die boos. Maar even doasan dat. Alles aan is stop. Is stop, ja, dat wel. Maar dat praat je kan in 20, 20, 20 seconden kan je iets doen wat je 10 jaar van je leven kan kosten. Precies. Dat halen we steeds maar. En nou je nog maar doen, zeg je maar. No, Marciano. Marciano moest we even smeren in een gevecht. Marciano, doen ze Marciano. Helemaal. En daarom probeer ik gewoon... Ik probeer gewoon niet om... Het is emotie toch? Ja. Ik probeer gewoon niet om agressief te worden. Ik probeer... Temesha faya jame waka. Loco, ik ga iets zeggen, want ik ben ook agressief geweest, maar Mogiadis.
ook tegenover vrouwen. Weet je wat vrouwen sexy vinden? Wanneer een man kalm is. Ja, precies. Want even emotioneel eigenlijk moet ik een beetje denigreren. Ik bedoel het niet zo. Ja. Maar eigenlijk wel een vrouw, zo emotioneel. Ja, precies. Maar ik heb het nu over vrouwen, toch? Als je kalm reageert, wat me ook niet altijd lukt, is één sexy tegenover vrouw. Maar twee, tegenover een man is enger. Ja. Is meer joegoejoege aan jou. En je tijd mee. Mijn man, broer, ja, nog daar. Moet ik je wel lezen? Is dat zo? Sorry. Ja. Maar ik moet tegen je sorry, want weet je lezen. Ik moet beginnen vrede. Ja, daar heb je van fucking man. Ja, toch? Dus dat naar Akrak, ja, je naam aan het. Je hebt er ook waarschijnlijk naartoe moeten groeien, toch? Dus dat neer, want je bent zo lekker bezig. En je onderneming doet boosa niet op internet. Dus no going in is wat ik wil zeggen. Maar hier in je long aan oru. Wat is van die vrouwen? Daar heb ik zoveel last, jongen. Weet je toch? En daarom jij vangen de elite mee. Ja, en daarom word ik boos. En een kalm model. Toen hij jonger was. Altijd toen was mijn long. Dit is daar mijn jongen. Altijd toen was mijn long. En klappen en nakken. Wacht je nou. Dat is het. Dat moet de boel dragen. Dat moet ik naar bloeken. Dat moet ik zorgen. Met kasman nakken, man. Ja. En hij zegt, rust op. Je nog samen zit. Je rust op. Ja. Je hoort je pikken me bakken. Short strift toxic. Volgens mij van deze drie is mama Dani het minst toxic. Ja, 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 dat wel. Dat mens. In relatie, in relatie. In relatie. Nou, want waarschijnlijk die man die haar beneden benaderd weet wat hij kan ja, volgen. Ja, toch. Ja. Ja, ja, toch. De relatie is het mens, ja. Dat wel, dat wel. Loco, voor zoetapping. Ja. Mijn wan aksu wan sani, want ik zie dat we vrij zijn en jullie zijn vrij met elkaar en ook ja. Vrij met mij, daar ja. Ben ik dankbaar voor. Dat betekent jullie vertrouwen wat ik hier zeker, doe. Ja. Zeker, zeker. Dit is nou een mooi moment. Voor tegen me van je vier, Abraham. Ze kan niet wanneer wan chiso waardering. If you want hier, suma wan doen. Je na oudste wan. Zij wat tegen me. So. Eigenlijk weet het al, weet je, want ik kan er elke keer nog zeggen, ik kan er elke keer. Ik heb mijn moeder bellen, Tim Douwer komt me bellen altijd in een maand. Nog in tegen? Ja, ja. Maar mama, u bent mijn moeder, u bent mijn vrouw, u bent mijn vader, sabi. U bent mijn zusje soms, soms ben je mijn maatje. Je zusje of je zus? Maakt niet uit, zusje, zus. Ja, maar... De liefde die ik voor je heb, is onbeschrijfelijk. Omdat ik weet wat je voor mij hebt gedaan in mijn leven. Ja, en als ik een keertje, als God me ooit die kans geeft om je te bewijzen, puur te bewijzen wat ik bedoel daarmee, niet met woorden, met daden natuurlijk, dan wordt het wel mooi om te zien. Dan ga je de hele dag huilen, elke dag bijna ga je huilen. Want dan ga je me bellen, George, ik ben al moe, en dan ben je misschien in Parijs. Ja, dan ga ik je zeggen, oké, okay, dan ga je nu naar Dubai. Ja, zo, so, dat wil ik voor je doen. Dat wil ik voor je doen, dat wil ik voor je betekenen. Ja, ik heb heel veel in petto, omdat ik waardeer wat je gedaan hebt voor me. Ik waardeer je in alles. Ja, misschien kan je het niet zien soms. Soms neem ik je wraak en je broer, ja, je hebt het bij je zoon. Ja, mami, loop je. Ik loop je, mama. Ja, met heel mijn hart. Ja, nou oma's, maar nou, mijn vrouw, ze komen geen gekke dingen met je maken, je weet het. Je weet het, ik hoef niet te veel te praten. Ja, mijn moeder is mijn moeder. Ja, je moet de standaarden kennen, mijn moeder is mijn moeder. Ja, heb respect voor haar, ze gaat je respect tonen. Het is mijn moeder, ze weet het. Ik was aan de boom, ook het is zo smal, zo breed. Hij zegt, oh oké, okay, is goed. Dan neem ik het mee. En werkelijk, het komt werkelijk zo. Ik mijn machine was aan niet, hey George. Ik weet niet hoe het misschien heb ik dat oké. Direct met dat oké is goed. En met trek terug en werkelijk. Mooi man, mooi man. En we love you. Ja mama? Mooi, mooi, mooi. Mooi man. Dan met een actie de drie man. Derm, Abel, Winston. Je wat tegen mama zijn? Dan dacht ik ook zo roepen Derm, Abel, Winston. En mijn oren langer. Ik heb niet veel te zeggen. Wat ik kan duidelijk wil maken is dat ik van je houd. Ik loop je. Je hebt ons een goede opvoeding gegeven, sowieso. En daarvoor zijn we dankbaar. Daarom zijn we nu
als hoe we zijn. Isabi, naar door haar opvoeding. We struggle naar hoe we met z'n mee. En desondanks sta je nog klaar voor ons. Waar je klaar kan staan of waar het hoort. Isabi, het is een probleem die na mama leek eerst. En je staat altijd open en klaar voor ons. Je hebt altijd een luisterend oor. Isabi, en daarvoor zijn we je dankbaar. Wat ik je nog wil vragen, is minder. En nogmaals minder mee te behandelen als een baby. Ja? Behandel me minder als een baby. Toch? Want we zijn jonge heren, we zijn nu mannen. Je mag, maar... Je mag, maar iets minder. Ja? En wat ik ook nog wil zeggen is dat een woord gewoon... I love you, we love you. We zijn u dankbaar. En keep it up. Blijf de goeie. Je bent een diamant, vrouw. Je bent een parel. Ja, man. Ja, je bent hier. Ja, dat is een messie. Wat heb je? Oh, er hoort dat bij woord. Look at you. Hey. Dank je wel. Well, if not that name, Derem, Miss Rev Lobby, you. En no next week, oké, dat kool je. Ik ga zo beginnen. God houdt ook van mij. God heeft me de kracht gegeven om jullie groot op te brengen. Ik ben God dankbaar dat ik jullie als mijn kinderen mag. En ik bid hem elke dag, dat weten jullie. Ik dien hem. Ik bid elke dag dat hij jullie beschermt voor me. En ik vraag hem ook elke dag om jullie te blijven beschermen in alles wat jullie doen. En ik bid ook elke dag voor jullie. Dat jullie grote mannen worden, goede mannen worden. Een voorbeeldsfiguur. En dat jullie altijd blijven helpen. Waar het kan. Ja? Ik hou vreselijk van jullie, dat weten jullie. Meneer Mikgrap Nangono. Wees oantak u aan de baby's. Jullie zijn nog natuurlijk geen baby's. Maar voor mij zijn jullie wel nog baby's. Jullie zijn mijn baby's. Jullie zijn mijn kinderen, mijn baby's, mijn alles, mijn juweel. Jullie zijn mijn juwelen, mijn diamanten. Ja, ik hou vreselijk van jullie. Ja? En blijven jullie mensen helpen. Blijf je goed werk doen. Blijven jullie mensen helpen waar het kan. Ja, jongens? En blijven jullie altijd God dienen. Blijven jullie altijd geloof hebben in God. Ja, jullie zullen het maken in het leven. Amen. Ondanks wij het niet mooi hadden, ondanks ik als mama het niet goed had, maar ik ben God dankbaar waar ik nu ben en waar jullie nu zijn. Maar onze verleden kunnen we nooit vergeten, dat leer ik jullie altijd. Mi lobo, ja mi boy? En mi op op bos den boy me. Mooi. Brasa den boy me. Mwah. Mwah. I need to feel. Mi lobe. En terwijl u brasa, Bossie, ga ik jullie alvast sturen naar de Facebookpage van Between Mother and Mom. Mom and Sons. Between Mom and Sons. Puurder dan dit kan het niet. Ga daar kijken, is ook heel entertaining. maar vandaag... Ja. Kunt u ook voor me promoten alsjeblieft dat ik volgend jaar weer met mijn gebakjes begint? We kunnen alles hier promoten. Oké, okay, ja. Dus ik wil als eerst dat je Between Mom en Sons gaat checken op Facebook. Want dan leer je ze kennen en kan je ze volgen bij alles wat ze doen. Gaat volgende week, volgend jaar? Dat is over een maand al dus. Ja, beginnen weer met cake verkopen. Waar moeten we zijn om dat te kunnen zien? Theodorestraat 56. Er komt sowieso ook op onze page. Ja. Gaat alles een... ja, alle gegevens. Kijk, en alles. Dan is het verhaal. Hou dus Between Moms en Sons in de gaten. Ja. Om, we verkochten al gebakjes. Want minotissen eten, maar ik heb het idee dat het boonsweet cake is. Ja, heerlijk. Mensen waren zelf ook boos.
Daarom dat is mijn dat is top delicious. Even. Dus het komt er weer. Delicious. Ja, delicious. Daarom, ja, mijn naam Delicious heeft hij mijn naam genomen, mijn roepnaam genomen. Delicious was waren. Cupcakes en more. Is je toch een kong? Want jij bent ook een ondernemer. Waar kunnen we jouw worst vinden? Mijn worst kunnen jullie vinden aan de Willem Campagnestraat. Tegenover de Theodorenstraat. Je hebt daar de bekende plaatsen zoals Surpos en Noodmark. Ja, en er is een kerk op de hoek. Dus ik sta net voor die Chinese winkel. Overkant van die kerk. Overkant van die kerk en de Theodorenstraat. Dus als je eigenlijk bij Surpos bent, check je gewoon schuin aan de overkant. Dan zie je een groot Chinese winkel, net daar sta je. Sjors, je hebt een elite boodschap, zei je wel. Sharon en Emma of wat zijn? Saum Sabi. Nou, ik zou gewoon willen zeggen van als je wat doet, Isabi, als je wat bezig bent te doen, dan maak je nog een san woord tegen. Ja, ja, ja. En je gaat tegenslagen krijgen. En dat hoort erbij. Zet door. Dat zorgt voor groei. Zet door. Mooie woorden, check ze uit. Je moet echt de page gaan checken, daar kan je alles zien. Terwijl je onderweg bent naar hun page, support ook Gilly's Love. Ja, sowieso. Dat staat vast, man. Dat staat vast. Ja, man. En daarom zijn we hier, toch? Daarom zijn we hier. Support mijn lobby, man. We hebben de energie is goed hier. Ja. Ja. Niet alleen op Facebook, check me ook op Instagram. TikTok schreef met dansie, man. Ja. Is dit hem ik baluku op TikTok? Is dit ook? Nou, mooi. Dus je gaat ze ook op TikTok zien. Gilly's Love Line, abonneer, volg, support en al die dingen die erbij horen, Jere. Hey, dit was weer een mooie liefde tussen zonen en moeder in dit geval. Ik zie je graag weer bij de volgende date. En zoals ik altijd zeg, dat blijkt maar weer vandaag. If it ain't about love, it ain't about nothing. Yeah.